Are you ready for Victor's Bison? Het is weer woensdag, dus de Vechtersbasis zijn weer terug in je leven. Weer een mooie show. De podcast waarin we je elke week bijpraten over het wel en wee en de mooiste verhalen uit de Nederlandse vechtsportwereld. Zoals altijd en vertrouwd, mijn partner in crime, Marloes Koenen, de former Strike Force Champion of the World. Daar is ze weer. Yo. Marloes, ben je een beetje goed door de week gekomen? Ja, nou, het is weer lente, hè, dus ik ben blij ook. Ja, geen schaatsen, ellende. Een week geleden stond ik met mijn dochter op het ijs en gisteren at ze een ijsje. Dus ik was happy. Ja, ja, ik ben ook blij dat er in ieder geval die ijzerlinden even voorbij is. Want ik heb er helemaal niks mee. Ja, dat weten we, Dennis. Voordat we verder gaan, wil ik jullie allemaal vragen. Je weet, we zitten samen met De Stroom en even afkicken op ons eigen kanaal sinds een tijdje. Dus we hebben jullie steun nodig. En zoals gezegd, we hebben allemaal gezien dat jullie echt met grote getalen jullie weer abonneren op ons kanaal. Maar het moet nog veel meer. Dus alsjeblieft, blijf je abonneren. Blijf liken en delen. En het aan andere mensen doorvertellen. Als je het vechtsport een warm hart toedraagt. En de vechtersbazen dus ook. Jullie ook zijn allemaal de vechtersbazen. Dat gezegd hebbende, tijd om onze gast te introduceren. Ja, hij is de Nederlander. Sowieso de langste vechter in de UFC alle tijden. De Nederlander met de meeste UFC-partijen alle tijden. En dat gaat ook nog wel even duren voordat dat ingehaald wordt. Ook al heeft hij afgelopen week gezegd dat hij er een einde aan gaat breien. En we zijn heel blij dat hij hier is om dat verhaal te vertellen. Steven Struven. Yes. Steven, ja. Weer. Wat, het kwam voor ons plotseling misschien. Voor jouzelf natuurlijk niet, denk ik. Nee, ik was er al een tijdje over uit. Alleen, dat is nu alweer 2 weken geleden. Toen contacteerde de UFC ons wanneer ik weer wilde vechten. Dus toen moesten we het toch naar buiten gaan brengen. Want we hadden het aan hun toen verteld van hoe het zat. En, hoe het zat, voor de mensen die het niet weten, kun je dat uitleggen? Met mijn medische probleem. Ja. Ik heb afgelopen jaar in mei een ontsteking in mijn oor gehad. En ik heb eigenlijk helemaal geen pijn aan mijn oor gehad of zo. Maar ik werd 's morgens wakker en toen schoot mijn oor dicht. Ik dacht er niet heel veel van. Ik probeerde te gapen en zo. Het was net alsof ik uit een vliegtuig kwam. Ik ging gewoon mijn ding doen. Ik dacht, nou, hij schiet zo weer open. Prima. Dus ik ging lekker douchen en zo. En ik was wel een beetje gedesoriënteerd. Want het was niet alleen die dicht zat. Maar ja, ik weet niet. Het gevoel en gehoor aan die kant was een beetje raar. En later even afspraak gemaakt. Want ik denk, nou, hij is shit verstopt. Ik ga gewoon mijn oor zo uitspuiten. En dan is het weer prima van de week. De rest van de dag niet meer mee bezig geweest. 'S nachts werd ik wakker. En toen was ik misselijk, duizelig. Toen moest ik naar het toilet, overgegeven, weer in bed gaan liggen, doodstil gaan liggen. Want ja, als je ergens een hekel aan hebt, dan is het overgeven. Nu leg je echt in bed van nee, ik wil niet nog eens. Maar wat dacht je dan? Dacht je dat je... Ja, ik weet niet. Iedereen heeft wel eens gehad een buikgriepje of weet ik wat. Ik denk, ik had er helemaal niet bij nagedacht dat het met mijn oor te maken had. Daar was ik helemaal niet meer aan over na aan denken. Ik denk, nou, die wordt uitgespoten, prima. En toen lag ik dus in bed en toen moest ik weer overgeven. Ik kwam overeind en toen draaide echt alles om me heen. Maar niet een klein beetje duizelig. De kamer ging rondjes draaien. En ik moest me echt vasthouden om te voelen hoe ik, ja, of ik rechtop zat. Waar ik wel wist dat ik zat. Alleen ik had dus helemaal geen besef meer van wat er aan de hand was. Was helemaal gedesoriënteerd? Echt alles draaien, alles bewoog. De kamer die ging echt op en ik kon mijn ogen niet meer controleren ook, zeg maar. Dus dat kreeg allemaal de signalen uit mijn oor door die niet klopten. Gelukkig was mijn vrouw ook wakker, dus die kon nog net een emmer voor me pakken. Oh. En toen ging ik plat liggen en toen ging mijn ogen ineens heel snel heen en weer schieten. Dus toen dacht ik bij mezelf, oké, dit is niet goed. Even rustig worden, even kijken en ziekenhuis bellen. Ja, maar op dat moment, als dat gebeurt, dan... kijk, ik heb wel onder extreme druk gepresteerd, dus ik kan wel rustig blijven in dat soort situaties. Maar het was wel... ja, beangstigend. Ja. Als je ineens geen controle meer hebt over je ogen, et cetera. Dus toen... Even een rare vraag van mij. Maar wist je dat je ogen... Of was het je vrouw die zei van, hey, je ogen gaan alle kanten? Nee, ik voelde dat heel... Ik kon mijn ogen niet stilhouden. En het ging echt heel snel. Dus mijn vrouw die zag dat ook. En die had ook zoiets van, oh, wat is dit? Oh, ja. Het is wel heftig. Dus toen hebben we gelijk het ziekenhuis gebeld. En die stelde ons gerust dat het waarschijnlijk met het evenwichtsorgaan te maken had. En toen, ik heb er wel eens wat over gelezen, want Dana White heeft een ziekte aan zijn evenwichtsorgaan. Die is dan geopereerd, maar die heb ook heel veel last daarvan gehad. En ze zeiden van, neem even de tijd, de symptomen worden waarschijnlijk minder. Alleen, dat ging eigenlijk de hele ochtend door.
En ik kon ook... Wat ging de hele ochtend? Dat je ogen heen en weer? Ja, dat ik geen controle kreeg. Dat ik echt doodstil moest liggen, anders gebeurde dat. Dus op een gegeven moment heb je wel controle, maar dan leg je echt zo in bed. In iedere kleine beweging gaat er weer gaat wat gebeuren. Want dan, er zitten kristalletjes in je evenwichtsorgaan. En er zit vloeistof in het evenwichtsorgaan. En als je beweegt, gaat die vloeistof heen en weer. En die kristalletjes bewegen dus. En daardoor krijg je de goede signalen die je evenwichtsorgaan verstuurt naar, je, naar de rest van je lichaam. En daardoor weet je ja, of je rechtop zit, welk kant je op beweegt. En daardoor kan je functioneren zoals je functioneert. Alleen dan komen er een paar los en die gaan zwerven door dat evenwichtsorgaan. En dan krijg je hele rare situaties dus. Ja, ik bleef maar overgeven. En het is net of je heel erg zeeziek bent. En het bleef maar irriteren. En het was echt heel heftig. Dus toen is de huisarts bij ons langskomen. En ook omdat ik dus doe wat ik, of deed wat ik op dat moment nog deed, hebben ze me neurologisch getest in het ziekenhuis. Ambulance heeft me opgehaald. Want het was midden in de coronatijd. Dus het was ook allemaal echt, moeilijk en lastig. Hoofdpijn. Ik kon echt onmogelijk zelf die kant op. Nee. Ik ben echt met heel veel moeite op mijn... Er komt de trap afgegaan. Het was echt... Zou je hulpeloos gevoeld hebben ook? Ja, echt van... Wat ik deed, in één kon je helemaal niks meer. Dus dan ben je gewoon echt invalide eigenlijk. In die uren, is het toen ook op een gegeven moment door je hoofd gaan van... Zal dit door vechten komen? Ja, tuurlijk. Alleen... Ik ben ook gelijk gaan lezen. Mijn telefoon zo heel stil. kan dit, ja. En dat klopt allemaal wel. Dus tuurlijk, weet je. Je weet gewoon dat wat je doet dat niet gezond is voor je hersenen. En dat het... vooral de laatste jaren denk je daar toch wel meer over na ook. Vooral naar de situatie met mijn hart. En daarvoor had ik eigenlijk altijd zoiets van... Ja, maakt niet uit wat er gebeurt. Een soort van onsterfelijkheidsgevoel van ja... Nou, weet je, na die wedstrijd winnen of verliezen... We stappen weer die kooi uit en ja... Al leg je in elkaar met een paar weken ben je weer 100. Maar ja, daarna ga je toch nadenken van... Hey, weet je, een lichaam is eigenlijk ook maar heel... Ja, een heel teer iets. Een heel kwetsbaar iets. Je bent natuurlijk ook gewend... Of, ik vul het voor je in, ik kan het helemaal mis hebben. Maar je bent heel groot. Dus je bent ook gewend dat mensen tegen je opkijken... Dat een grote, sterke man daar staat. Dus dan ga je denk ik in je hoofd... ook denken dat dat zo is. Klopt dat? Ja, nee, ja je voelt je een beetje onaantastbaar. Met wat je doet natuurlijk. Gewoon, Je beseft niet van dat zo'n klein kristalletje in je oor bijvoorbeeld zo'n impact kan hebben op wat je lichaam doet. Ja. Dus met de ambulance en het ziekenhuis wil je eigenlijk ook niet, moet je op een bedje gaan liggen en zo reizen van je voordeur daar naartoe. Ik zeg, ik kan wel in die ambulance stappen hoor, ook al ging het bijna niet natuurlijk. Maar toen getest daar al en toen kwamen ze dus tot de conclusie dat er een paar kristalletjes losgegaan waren. Die groeien dan na een tijdje hoor je vast, daar hebben ze speciale bewegingen voor. Dan houden ze je hoofd vast, kiepen ze je achterover. En dan ga je ogen dus ook zo snel bewegen en zo. Tot dat ze de juiste beweging hebben. Dat ze die steentjes weer op de plek hebben. Dat het weer vast schiet als het ware. En dat duurt een paar weken. Wauw. Moet je ook zo blijven liggen? Ja, totdat het dan stil is. Dus dan houden ze je vast en dan ga je achterover. En dan ga je ogen weer heel snel in en weer schieten. En dan wordt dat langzaam minder en minder en minder. En na een minuut ben je ongeveer wat het moet zijn. En dan kun je gewoon lopen, opstaan en... Ja, als je gewoon rustig beweegt en niet te gek doet... dan kan je alles weer doen in principe. Alleen, ik was natuurlijk heel erg misselijk. Nou, had ik wat voor gekregen, ging het wel weer beter. Maar ik moest wel echt... Ik heb bijna een week lang echt gewoon met een kussen achter mijn hoofd op de bank gezeten. Echt gewoon heel rustig bewegen als ik die kant op moest. Of naar de andere kant, want ik wilde niet dat gevoel weer terugkrijgen. Want het was echt, het is echt geen pretje. Maar als je zo'n week op die bank zit, wat denk je dan allemaal? Ja, op een gegeven moment dan hebben ze de conclusie getrokken dat het is wat het is. Dat het eigenlijk een onschuldig iets is. Ook al is het best heftig wat je erdoor meemaakt. En dan accepteer je dat wel. Alleen op dat moment had ik nog een paar symptomen die er eigenlijk niet bij horen. En dat is ook een hele harde pieptoon in mijn oor had. En vrij doof was aan die kant. Ik hoorde van het een of ander moment dus ook echt heel, heel weinig. En alsnog heb ik dat nu. Bepaalde tonen hoor ik gewoon helemaal niet meer. Hoeveel procent hoor je dan niet meer? Ja, weet ik niet. Bepaalde hoge tonen hoor ik gewoon niet. Dat als ik op dit oor leg te slapen... Moet ik wat lager praten? Nee. Moet ik wat lager praten? Ik heb heel vaak dat ik de bel niet hoor of zo. Omdat ik gewoon echt... Dat hoor je gewoon niet meer. Dat... Of als we in een ruimte zitten met meerdere mensen om me heen en die praten allemaal. Dan kan ik me niet goed op iemand concentreren. Dat is wel irritant. Dus nee. Maar ook wel lekker rustig. Gewoon excuus. Ja, daar kan ik over meepraten. Alleen bij mij heeft het wel een oorzaak. Maar dat is jarenlang. Is interesse. Jarenlang bij de harde housemuziek staan. Maar. Oh. Ja. Maar goed, die symptomen die hoorden niet bij. Dat er alleen een kristalletje los was. En dat was wel, ja, weet je, hoe kan dat nou?
waarschijnlijk heb je een ontsteking gehad en zo. En het komt allemaal, het wordt allemaal wel beter, was de conclusie. Alleen het duurde wel een tijdje. Maar omdat die dokters zeiden van, hey, negeer het, ga gewoon trainen. En ik merkte dat trainen, het vele bewegen wel hielp. Hoe merkte je dat dan? Ja, dat, tijdens trainen begonnen we en af en toe was ik echt aan het zoeken. Dus in het begin was het echt, als ik rondjes aan het draaien was met Bob op de pads, dan kon ik niet om hem heen bewegen. We waren echt recht toe, recht aan bezig, want als ik om hem heen ging bewegen, dan ging ik af en toe gewoon bijna onderuit. Ja. Dus, maar ik merkte dan aan het einde van de training, en vooral na de training, dat het bijna weg was. Dus dat hielp. Dus aan het einde van de training voelde je beter dan voordat je begon? Door het bewegen en dan gaat je lichaam, je ogen vangen zeg maar meer het bewegen op dan je oren. Want je ogen en oren, het evenwicht gaan, doen dat normaal samen. En nu moet je ogen het meer doen. Dus ik had ook op dat moment wel hele moeie ogen aan het einde van de dag. Want je bent veel meer bezig met dingen verwerken die anders normaal vanzelf gaan. Dus was het dan ook eigenlijk dat je door die training, gewoon je MMA-training, trainde je eigenlijk je evenwichtsorgaan weer, of die steentjes? Kun je het zo zien? Ja, alleen als ik dan ging worstelen, dan heb je natuurlijk geen controle over hoe je, en af en toe moet je je hoofd snel omlaag brengen of weet ik voor het. En af en toe dan rolde ik gewoon om. Het was echt en de hele tijd een trillend beeld en zo. Dus alleen dan ga je gewoon doorheen trainen, omdat de artsen zeggen van nee, het is een onschuldig iets. Ja. Toen na een paar maanden ging het echt beter. En toen had ik echt vrij weinig last ervan. Behalve die pieptoon en de doven. Alleen toen kregen we dus de aanbieding om de partij tegen Toei Vaster te vechten in oktober. En die was eigenlijk eerst voor juli gepland. Toen voor augustus, september en toen oktober. Dat was een hele logische keuze. Want ik had het hele jaar nog niet gevochten. Ik wilde heel graag een wedstrijd vechten. Mijn vrouw is 5 september uitgerekend, dus eind oktober was dat wat dat betreft echt prima. Dacht je toen nog? Ja, dacht ik toen nog, maar toen wisten we nog niet wat we nu weten natuurlijk. Nee, ik bedoelde van met een kind. Ja, weinig slapen. Dat is niet zo heel leuk. Ja, weinig slapen, maar ik had ook zoiets van we moesten ook een week in quarantaine in Abu Dhabi. Dus dan kan ik dan lekker uitslapen en dan ben ik wel wat vermoeider gedurende de voorbereiding, maar dat dealen we wel mee. Ja. Dus prima. Dus die wedstrijd begint en eigenlijk na anderhalve minuut raakt hij me een keertje. Precies op het oor natuurlijk. Ja, je wordt wel vaker geraakt, alleen nu heb je er veel meer erg in. En die pieptoon was bijna weg ook voor die wedstrijd. En die kwam in één keer keihard terug gedurende de wedstrijd. En mensen die dit gehad hebben, die zullen het herkennen. Ineen heb je een soort van gevoel van minder controle over je lichaam. Dus dat evenwichtsorgaan kreeg weer een klap. En dat was... Maar hoe was het mentaal? Want ik kan me voorstellen, als je dat in aanloop naar die wedstrijd toe ook al hebt, dat misschien mentaal je hoofd ook meespeelt. Mm. Dat je toch niet 100% gerust erop bent. En dat je toch een soort van reserve houdt. Ja, ik had zoiets van, weet je, als ik het goed doe, dan komt hij gewoon niet echt goed bij me. Dat is gewoon, dat was gewoon het gameplan ook. Alleen, je staat er natuurlijk onrustiger ook al. Omdat je gewoon niet... helemaal vrij in je hoofd ben. Toen je daar stond, dacht je daaraan? Een moment met de handschoenen aan? Ja, ik heb een hele voorbereiding wel aangedacht eigenlijk. Maar dat is ook een van de dingen die ik me wel kwalijk neem in mijn carrière. Dat ik een aantal keer een wedstrijd heb gevochten die ik eigenlijk niet had moeten vechten. Door ziekte, blessures. Dat is me eigenlijk bijna alle keren heeft het me wel duur komen te staan. Dus dat, waarom koos je dan toch voor om die partij te doen? Ja, toch... Krijg je beter weten in? Ja, maar ook gewoon zoiets van... het is niet erg genoeg om af te zeggen. En achteraf was dat eigenlijk wel... met de wetenschap die je nu hebt dan. Maar dat is ook makkelijk achteraf praten bij jou. Maar dat was de druk die je als vechter voelt. Van, het maakt niet uit of je met een kapotte arm of whatever... Het is je werk. Vechters geven niet op. Was dat het gevoel waarom je doorging? Ja, maar het moet echt heel ernstig zijn. Weet je, ik moet echt niet meer kunnen lopen. Of ik wat wil ik niet vechten. En het is je werk, je verdient er je geld mee. Ja. Dus als je een half jaar of drie kwart jaar niet vecht, dan weet je, we verdienen, vooral in het begin bij de UFC, verdien ik geen absurde bedragen. Dus dat was gewoon echt, Dus je had het druk van het geld verdienen, maar ik denk ook wel, als je dat vergelijkt met voetballers, je wordt natuurlijk echt, ik denk dat MMA daar nu eindelijk een beetje naartoe gaat, dat... wij veel te hard altijd voor onszelf waren. Hè? Je schenen moet je kapot trappen. Het liefst de zenuwen eruit. Dan voel je niks meer. Weet je? Ja, iedereen vecht met blessures. Dat hoor je altijd. Iedereen terwijl we eigenlijk denken... je moet. Ja. Hoe zie jij dat nu? Ja, eigenlijk had ik die partijen gewoon niet moeten vechten. Maar achteraf is het zo makkelijk om dat te zeggen. Weet je?
Maar het is ook een bepaalde mindset die je hebt, weet je. Want je traint overal doorheen en daar word je ook harder van mentaal. Alleen bij sommige dingen, dan mag je af en toe echt wel een stapje minder. Mag je echt af en toe een stapje terug doen. Ook al doe je voor jezelf dan voor je gevoel af aan je trainer en je trainingspartners en zo. Dan heb je zoiets van, ja, ik geef op, ik haak af nu. Terwijl het eigenlijk niet kan. Want ja, eigenlijk trainen vecht je altijd overal doorheen. Ja. Denk je ook dat het, als ik dan bijvoorbeeld naar Tiffany van Soest luister, die dan nu, ze is nog steeds kampioen en al heel vaak kampioen, en die zat hier bij, op de bank waar jij nu zit, en die was heel open, heel kwetsbaar. Terwijl, zeker met de Hollandse school zijn we dat helemaal niet gewend. We zijn stoer, we voelen niks. Het is een soort van discrepantie tussen voelen en je lichaam. Dat je je lichaam en het gevoel, dat gaat steeds verder uit elkaar. Denk je dat het, hoe zie jij, wat is jouw visie erop? Denk je dat het juist goed is om juist wat meer die kwetsbare kant op te gaan en ook te erkennen dat je een mens bent? Ja, ik ben een vechter, leuk, maar ik ben ook nog een mens. Mm-hmm. En daarom moet je als vechter misschien maar eens af en toe wat vaker een stapje terug doen. Of denk je van, nou nee, het heeft ook wel heel veel waarde om gewoon daar hard te staan. Want de Hollandse vechters, die kunnen natuurlijk wel veel meer, vind ik, nemen dan gemiddelde worstelaar. Je moet goed de balans daartussen vinden. Dat is heel moeilijk. En want wat ik zeg, je wordt er mentaal ook harder van als je met bepaalde dingen doorgaat. Alleen met bepaalde dingen moet je ook gewoon eigenlijk dan juist niet doorgaan. En dan moet je echt even de rust pakken die je nodig hebt. Hoe zou je dat een jonge vechter adviseren? Waar liggen die grenzen? Ja, dat is ook heel moeilijk als trainer zijnde om dat echt te zien natuurlijk. Als je als vechter zijnde echt aantoonbaar minder bent in je trainingen als daarvoor. Dus je lijdt echt zichtbaar aan de kwaal die je op dat moment hebt. En je kan niet presteren zoals je presteert normaal gesproken. Dan moet je het gewoon niet doen. Gewoon simpel. Toch? Ja, dat is eigenlijk een simpele gedachte. Alleen is heel objectief op dat moment naar je eigen situatie kijken. Alleen dan krijg je dus andere invloeden van buitenaf of die erbij komen, geld of echt niet op willen geven of weet ik voor wat. En ieder mens is ook anders natuurlijk. Waardoor het heel moeilijk is om objectief te zijn naar je eigen situatie. Dus ja. Als ik die wedstrijd, ik weet nog toen dat ik die wedstrijd zag van jou tegen Tui Vasa. En nu plaatst dat, met deze wetenschap wordt alles natuurlijk in een heel ander perspectief geplaatst. Maar ik weet nog dat ik die wedstrijd zag en dat ik jou zag in die kooi en ik dacht van, hij wil daar helemaal niet zijn. Hij is, mentaal is hij er helemaal niet. En dat ik dacht, toen je verloor die wedstrijd, dat ik, en Bob was achteraf ook boos op je. In de interviews met Bob gezien, dat hij even, hij luisterde niet en hij volgt het gameplan niet zo. En dat dacht ik, ja, dus misschien moet je. Dingen waren ook echt waar, wat hij zegt. Ja. Er was wel echt een reden bij. Natuurlijk. Ja. Maar ik weet dat ik bij mezelf dacht van, hij moet stoppen. Ja. Want hij wil het mentaal niet meer. Hij heeft over problemen gehad met zijn hart. Weet je, nu hij komt er niet meer echt in. En wil je daar nog wel zijn? En het is niet echt een sport dat je op een plek daar bent. Dat als je er niet echt meer wil zijn, dat je er dan ook moet zijn, zeg maar. Zeker waar, ja. Maar het idee was ook dat ik technisch veel beter ben als de jongen. En dat is ook gewoon waar, natuurlijk. Ja. Als ik hem op de grond had gekregen, had het binnen 30 seconden klaar geweest waarschijnlijk. Alleen, dan moet je hem wel eerst daar krijgen. En dan moet je echt hard voor vechten en je best doen. En hij vocht die wedstrijd gewoon heel hard ook. Want zijn toekomst stond ook op het spaat. Een paar keer verloren achter elkaar. En ik kon er gewoon niet mee omgaan hoe hij erin klapte. En mijn hoofd zat daar. En we zaten niet op dezelfde golflengte. Want hij wilde oorlog maken. En ik wilde voorzichtig voor mijn oor een winst proberen te pakken. Ja. En vooral toen die klap erop zat. Want we hebben wel voorzichtig gedaan in de voorbereiding. Het hoeft niet. Je hoeft niet een harde klap erop te krijgen als je er zoveel last van hebt gehad, weet je. Ik heb best wel redelijk goed gespart, maar wel altijd een beetje zo van, hé, een beetje voorzichtig. Ja. En dat is op zich niet erg, want sommige mensen sparren veel te hard, vind ik. En als je een lange carrière wil hebben, dan zou je toch. Ja, maar het helpt niet als je niet vrij kan zijn en je sparren omdat je altijd dat in je achterhoofd hebt. Klopt, zeker. Dus dat. Maar het is wat het is. Na de wedstrijd dus. Terug naar het ziekenhuis, want ik bleef last houden. De kwalen werden weer erger. Nieuwe afspraken gepland. En ze kunnen maar op een paar locaties in Nederland dan die testen doen. Daar hebben ze speciale apparatuur voor nodig en zo. En dat was begin november, volgens mij, hebben we die afspraken gemaakt. En eind januari kon ik eigenlijk eindelijk terecht. Door de lockdowns en weet ik het om wat. En toen, hoe was die periode? 3 maanden wachten. Ja, maar ik was toen met mezelf bezig. Dus toen heb ik voor mezelf eigenlijk besloten van, wat gaan we doen? Dus ik had alle rust.
niks moest. De sportschool was dicht, dus ik kon er ook niet naartoe. Kon niet echt trainen. Dus ik was niet echt onder de mensen. Niet echt met de mensen met wie ik normaal trainen. En die kleine was er. Dus focus was op hem en op mezelf. Kon lekker rustig nadenken over wat ik wilde gaan doen. En of het wel verstandig was. En of ik echt nog wel wilde. En toen kwam ik tot de conclusie dat het dus niet zo was. Was dat een moment of is het een gevoel wat gaandeweg omhoog kwam? Maar dat is de laatste jaren sowieso al een beetje de richting geweest natuurlijk. Want 2 jaar geleden was ik er al klaar mee. Toen was het veel emoties zat er ook bij. Alleen daarvoor was het natuurlijk ook wel moeilijk. Eén keer heb ik eigenlijk bijna gedwongen moeten stoppen door mijn hart. Echt alles op alles gezet om nog terug te komen. Gelukt. Toen daarna ook naar Florida gegaan, omdat ik hier gewoon niet meer de motivatie had en nieuwe prikkels nodig had om weer in de vorm te komen die ik had. Die ik nodig had om op dat niveau te presteren. Toen won ik van de eerste 4 won ik er 3. Daarna had ik een main event hier tegen Volkov. Als ik die had gewonnen, had ik hoogstwaarschijnlijk een rematch tegen Miosic mogen vechten voor de titel. Ja, dan vecht je terug vanaf dat mensen zeggen van je moet stoppen. Het kan niet meer fysiek. Je kan niks meer. En dan ga je uiteindelijk tegen Volkov onderuit. En, wat gebeurde er in die partij? Ja, hij was gewoon beter. Dat was niet dat jij er mentaal anders stond? Of nee, hij was fitter. Want de eerste ronde heb ik echt... dat was misschien wel mijn beste ronde van de laatste jaren. Heb ik echt geprobeerd zijn kop eraf te slaan. Echt met heel veel agressie vooruit vechten. En ik denk dat ook een van zijn moeilijkste rondes is geweest. Want voor de rest heeft niemand hem echt meer moeilijk gemaakt staand. Maar ik raakte hem echt een aantal keren. En hij had een grote scheur in zijn kop. Dus het was echt oorlog. Alleen ik wilde misschien te graag. En het jaar daarvoor natuurlijk ook in Rotterdam gevochten. Binnen 16 seconden gewonnen. Dan wil je dat eigenlijk een beetje even naar. Ja, alleen Volkov is gewoon wereldtop. Blijkt nu ook wel. En ik zat er doorheen eigenlijk na die eerste ronde. Ik kwam ook van een schouderblessure. En ook dat, ik had eigenlijk nog een paar maanden extra nodig. Was om niet fit genoeg. In topvorm te komen. Om echt in topvorm te komen. Want de eerste 3 rondes tijdens de trainingskamp was ik wel heel scherp. Alleen de 4e en de 5e ronde, ik denk dat ik er heel weinig gewonnen heb in de voorbereiding. Dus dat gaat ook meespelen. En neem je ook mentaal mee natuurlijk. Ja. En als je dan zoveel gas geeft in die eerste ronde, dan is dat natuurlijk vragen om... maar goed, maakt niet uit. Maar goed, de laatste jaren, behalve mijn hart en nu met mijn oor, 2 keer aan mijn hand geopereerd, aan mijn schouder geopereerd. Dus de fysieke dingen kwamen telkens meer en meer. Ik merkte ook dat ik telkens meer moeite had om met de andere topvechters mee te komen. En daar heb ik echt heel hard tegen gevochten mentaal. Waarom merkte je dat? Op een gegeven moment ga je gewoon achter de feiten aanlopen. Dan kun je niet het niveau vasthouden wat nodig is een ronde lang. Dan kun je die ronde wel oké beginnen, maar dan nemen zij het daarna over. En is het heel moeilijk om erin te blijven. En dat is mentaal ook heel zwaar. Dus fysiek werd het zwaarder. Je moet dieper gaan om dat aan te tikken. Ja. Dus voelen dat mensen die eerst hetzelfde niveau hadden of waar je van won, dat die het langzaam van je overnemen. Omdat je fysiek het telkens moeilijker krijgt en dat het dan met het hart te maken. Dat het gewoon zwaarder heeft. Ja. Alleen daar heb ik wel heel hard tegen gevochten, want je wil niet zomaar opgeven natuurlijk. Dat als mensen een beetje mijn carrière hebben gevolgd, die hebben wel echt partijen gezien en ze denken van jezus, fuck. Ja, wat is uit de posities teruggekomen? Ja, gewoon opgeven was echt geen optie. Dus dat. Maar goed, nu, wat ik zeg, dan is het heel moeilijk om af en toe objectief naar jezelf te kijken en naar je carrière. Alleen dan heb je die kleine man ook in je handen. Ja, en dan wordt het wel een ander verhaal. Gewoon, heeft dat je perspectief veranderd? Ja, heel erg. Want vroeger ging het alleen om mezelf. En nu gaat alles eigenlijk om hem. Dus dat... Wat je net zei, aangaf van dan kom ik een week op de OK, uit, maakt niet uit. En daarna gaan we gewoon weer verder. Maar dat is nou dat verandert erbij. Want je vecht niet meer alleen maar voor jezelf. Ja, je moet gewoon gezond zijn, weet je. En je vecht ook voor hem. Dus het geld wil je ook voor hem verdienen. Alleen... ja, dan moet het wel op een manier gaan dat het, weet je, als het zo ging zoals de eerste jaar, dat je gewoon echt, want van mijn eerste 12, of van de eerste 18 wedstrijden won ik er 12 bij de UFC. Nou, dat is gewoon heel goed voor een zwaargewicht. En van de laatste 6 verloor ik er 5. Dus ja, dat zegt genoeg. Weet je, dat zegt alles eigenlijk. Terwijl ik genoeg van die partijen had kunnen winnen. Met de kwaliteiten die ik heb. Alleen,
dat loopt dan anders. Steekt het dat je vooral in het laatste gedeelte van je carrière, MMA wordt bekender, jij wordt in Nederland bekender, noem op, dat je niet hebt kunnen laten zien wat er werkelijk in je zit door omstandigheden die eigenlijk buiten jezelf liggen, zoals je hart en je oor en noem maar op. Ja, wel, maar dat kan ik nu wel redelijk van me afzetten, want eigenlijk had ik nooit op dat niveau moeten kunnen presteren met het probleem in mijn hart eigenlijk al. Dus de artsen die zeggen al jaren van, ja, weet je, ze vonden het wel oké, maar toch was het ook alweer een risico wat je neemt. En eigenlijk is iemand met die situatie, met het hart, eigenlijk helemaal niet, wordt niet geacht om te presteren op dat niveau. Dus je gehandicapt. Eigenlijk heb ik er heel veel mee kunnen doen. Dus alles wat ik, Gehandicapt, zeg je het nou? Ja, maar het is een hartafwijking. Dat had ik ook altijd, dus daarom vraag ik er ook naar, hoor. Dus, ja. Maar goed, weet je, dan kan je het, je kan het in heel veel perspectieven plaatsen. Alleen dan ga ik mezelf alleen maar gek zitten maken. Omdat het is. Dus ik probeer het gewoon zo positief mogelijk te bekijken. En ik heb toch een hele mooie carrière gehad. Ik heb heel veel van de wereld gezien. Een hele mooie ervaring gewoon. Dus daar hou ik het gewoon op. Dus, Als je terugkijkt, wat zijn de mooie momenten die je hebt gehad? Ga je even stoppen nu? Oh. Ik ga je nu even stoppen, want we gaan zo uitgebreid. Maar we vallen zo meteen. Kijk, we beginnen normaal gesproken. We beginnen altijd met de dekking laag. En dan doen we de 10 stellingen. Maar we gingen gelijk zo in het verhaal. En ik zit ook gewoon ademloos naar je te luisteren. Want ja, wat verhaal heb je te vertellen? En helemaal het verhaal over het, dat met je oren en alles. Dus ik zit daar te luisteren. Maar ik zou zeggen, zullen we eerst de dekking laag doen? En dan gaan we zo uitgebreid praten over inderdaad de highs en lows van je carrière. En over je verdere leven. Wat ga je doen en zo. Maar eerst dekking laag. Je krijgt van ons 10 stellingen of 10 vragen. En de bedoeling is dat je niet te lang over nadenkt. Gewoon lekker spontaan. Eerst wat je opkomt, noemt. En dan kunnen we daar misschien straks nog even verder praten. Dus ik zou zeggen, zet je schrap, daar komt ie. De eerste is de kooi missen of diepzee vissen? Niet nadenken. ik ga heel graag vissen. Ja. Dat, ja. Stipe of Bigfoot? Stipe. Stipe of Nogano? Stipe. Fighter of the Year of Father of the Year? Father of the Year. Beverwijk of Florida? Beverwijk. Eigen gym of eigenlijk geen zin in? Geen zin in. Op tijd gestopt of te vroeg teruggekomen? Dat is een hele lastige. Op tijd houden het op tijd gestopt. Eye poke of nut shot? Nut shot. Ja, liever dan ik. Gaat om mij, hè? Wat heb ik meegemaakt? Ik heb nooit. Eeuwige roem of nog van alles willen doen? Nog van alles willen doen. En de laatste landstitel of Europa League? Europa League. Mooi, en die hebben we nog te die goed, hè? Die ziet ons er binnen, dus ja. Ja, precies. Ja. Weet Stefan, van de mensen die een groot Ajax supporter. Yes. Dat is ik. Dus eventjes, je zijn net op tijd gestopt of te vroeg teruggekomen. Moest je even over nadenken, inderdaad. Want 2 jaar geleden, inderdaad, na die partij in Praag, heel emotioneel moment. Legde de handschoenen in het midden in de kooi en dit was het, jongens. En toen kwam je daar toch nog terug met het hele verhaal wat je net al een beetje vertelde. Waarom ben je toen eigenlijk teruggekomen? Ik voelde me toen. Ik had een hele goede heel goed trainingskamp gehad. De eerste keer weer in Nederland. Voor die partij tegen de Lima. Alles ging goed tot ik in de kleedkamer zat. En toen kwamen echt de muren op me af. Toen. Het was echt oorlog in mijn hoofd. Emotionele rollercoaster. En ik had niet verwacht dat het zo'n zware partij zou worden. Alleen hij raakte me dus na 3 seconden en toen na 10 seconden wist ik pas waar ik was. En toen wist ik gelukkig nog om te draaien en toch nog met een submission te winnen. En dat was allemaal zoveel en dat kostte zoveel energie, fysiek en mentaal, om toch nog die winst te pakken. Dus toen, ik was er op dat moment gewoon echt even klaar mee. En wat ik al zei, er was natuurlijk de jaren daarvoor al het nodige gebeurd. Dus op dat moment was ik er gewoon echt even. Ik zag niet voor me dat ik nog snel nog een keer die kooi inging en dat ik succes zou hebben. Dus, was dat doordat je zelfvertrouwen kwijt was geraakt?
Nee, want ik had wel heel veel zelfvertrouwen voor die partij. En ik weet ook wel wat ik kan. Alleen, het kostte gewoon echt zoveel energie om die partij om te buigen. Die eerste ronde heb ik ook alleen maar onderop gelegen. Nadat je daarna 10 seconden wakker wordt. En dan heb je een grote Braziliaan op je liggen die je koppen probeert af te slaan. Gelukkig kon ik het in de tweede ronde heel snel omzetten. Maar ik was gewoon leeg. Dat was gewoon echt alles wat ik op dat moment te bieden had. Dus de batterij moest gewoon weer opgeladen worden. En, Je zei, ik zag mezelf niet meer winnen. Nee, op dat moment wat er door mijn hoofd heen ging. Als ik nu vlak daarna weer de kooi in was gegaan, had het niet goed gegaan. Dan had ik niet de energie en de mentale focus gehad die nodig is om zo'n partij te winnen. Dus dat was allemaal een beetje snel natuurlijk. Alleen in de maanden daarna was ik er ook echt wel voor klaar mee. Dus toen moest die batterij echt weer opgeladen worden. En ik kan me herinneren dat we toen, want dat was ook in die periode dat we in voor Spike commentaar deden in Londen. Ja. En toen had je het ook over een fighter burn-out. Ja, dat weet je, soms ben je zo hard bezig en het kost gewoon heel veel. Als je het in het begin gaat allemaal vanzelf. Dan trainen gaat vanzelf. Het maakt niet uit hoe diep je moet gaan. 'S Avonds kan je het gewoon weer doen. Alleen na een tijdje gaat het je opbreken. Als je het al een lange tijd doet. En ik had daarvoor 3 partijen verloren. En toen deze man was eigenlijk een stukje minder als de partijen daarvoor, de tegenstanders daarvoor. Die moest ik gewoon eigenlijk aan de kant zetten. En uiteindelijk deed ik dat ook wel. Alleen het werd een hele zware partij alsnog. En dat kwam ook vooral omdat ik er gewoon niet meer helemaal lekker mentaal bij zat. Dus dat, ik zat er gewoon echt even doorheen. Dat het gewoon zoveel energie kostte dat wat vroeger eigenlijk vanzelf ging. Ook al ging het totaal niet in de kooi, ging het alsnog, leek het wel vanzelf te gaan dat ik alsnog die wedstrijd naar me toe ging trekken. Dat wist ik gewoon gedurende die partij. Alleen gedurende die partij dat ik tegen de Lima vocht, kost het gewoon zoveel moeite. Moest ik echt tegen mezelf zeggen van, we gaan echt niet opgeven. Weet je? En zijn de partijen daarvoor ook wel. Alleen nu was het zo van, ja, hey, als je me nu raakt, is het ook niet heel erg. Weet je? Je hebt gewoon, ja, het kost gewoon zoveel energie. Dat, ja. Maar goed, toen dat maanden daarna langzaamaan was ik wel door gaan trainen. Eigenlijk vlak daarna had ik trainen alweer opgepakt. En toen had ik Alistair een paar weken geholpen in Denver. En toen zou hij eigenlijk tegen Volkov vechten. Ja. Dat vond ik ook wel heel leuk. Toen kwam ik terug in Nederland, was ik weer door gaan trainen. En toen kwam de UFC met een aanbod. Dus dat was eigenlijk ook de perfect storm. Dat ze me toch weer geprikkeld kregen met een mooi aanbod. En, was dat ook wat je daar in Denver, want ik zag nu beelden dat jij met Alistair daar boven op een berg zat. Ja. Letterlijk. Dat je daar was, dat je daar ook dacht van ja, dit is het, hier heb ik mezelf alweer een beetje gevonden. Nou, dat nog niet, maar ik vond het wel heel leuk. Ja. Ik heb wel leuke weken gehad daar al. Lekker gewoon. Alleen toen was de druk niet op mij. Dus alle druk lag bij Alistair, zeg maar. En ik had gewoon geen zin meer om zoveel voor te bereiden en zo. En trainde toen een stuk minder ook toen ik terugkwam. En toen vond ik het wel heel leuk. En toen hebben we het ook zo weer opgevoerd. En UFC kwam toen met een aanbieding. Ik zeg het, het was allemaal bij elkaar. Het sommetje van, oké, we gaan het gewoon weer doen. En die partij tegen Rotto, die ging ook wel heel goed in het begin. Hij had eigenlijk niks te vertellen. Ik outlander hem iets van 50 tegen 5. Totdat hij me 2 keer erg... Dat wou zeggen, dat vandaar dat net ook nutshot of eyepokes. Ja. Verbaas ik jij dan zegt nutshot, want... Ja, ik weet ook eigenlijk niet waarom ik dat zeg. Nou, ja, maar... wat ik eigenlijk liever zou hebben, was dat het. Ja. Wat ik eigenlijk, ja... Maar goed, ja, ik heb wel vechters ook gezien... die echt met eyepokes de laatste tijd echt schade hebben opgelopen. Ja, ja, ja. Dus dat, ja, dat legt er ook aan in hoeverre. Maar ja. Maar goed, een week nadat ik dus 2 keer in mijn zak was getrapt, was wel mijn vrouw zwanger. Dus dat misschien hebben we net de goede... Alles werkt gedaan, nog. Weet je? Of, bedankt, ja. Bedankt Ben Rotwell. Iedere keer doen als je zijn wil. Ze zijn eigenlijk ingedaald of zo in die wedstrijd. maar goed. Je zoon's tweede naam is ook Ben, of niet? Nee. Maar goed, die partij die viel uiteindelijk zijn kant op daardoor. Ja. Maar goed, en toen eigenlijk het verhaal van daarna hebben jullie gehoord. Dat is dat verhaal, dus, ja. En een paar weken geleden dus in het ziekenhuis geweest. En toen was dus vastgesteld dat er echt schade is aan het evenwichtsorgaan, de gehoorzenuw en ja, nog wel meer dingen misschien. Kwam dat door die ontsteking of door die klap die je erop hebt gekregen? Door die ontsteking, ja. Dus, dat, dus die was zo erg dat je daar schade... Ja, die ontsteking heeft heel veel schade achtergelaten. Die klap, die heeft, ja...
wat zou ik dan van zeggen? Die klap die heeft alleen eventjes me weer doen voelen dat daar gewoon heel veel schade zit, zeg maar. Dat, hebben ze een verklaring waarom die ontsteking zoveel schade heeft veroorzaakt? Nee, dat... het gekke is, ik heb veel berichten gekregen van mensen het afgelopen jaar dat zij een soortgelijk iets gehad hebben. Dus het kan het is dus een viraal virus wat je op kan lopen, wat dan zich in je oor nestelt. En het kan net zijn dat dat virus dan afgelopen jaar heviger was, of weet ik veel wat. Noem maar op. Ja. Dus het is wat het is. Ja. Nou, kan het ook zijn omdat je altijd zo hard was, dat je daardoor ook bepaalde signalen van je lichaam dan onderdrukt. Ja. Ja. Ja, ik weet niet. Wil ik zeggen, we zijn altijd gewoon van gewoon doorgaan. Ja. Weet je? Ja, we gaan gewoon weer verder. En, mijn vrouw is natuurlijk ook 5 september uitgerekend. Ik had het hele jaar lang niet gevochten. En 24 oktober zou ik dan vechten. Dus verdien je lekker je geld en daarna kan je gewoon lekker chillen. Dat is helemaal prima. Dus ja, je weet waar je het voor doet. Dus je gaat niet zomaar afzeggen. Ja, dus, moet wel heel erg. Ja. Maar ja, uiteindelijk 12 jaar nu, 12 jaar in de UFC gezeten. Ik weet niet of we het kunnen laten zien. Die is een mooie statistiek van MMA Junkie met jouw resume van je kijkers hebben hem inderdaad. Ook, hè? Je credentials. Ja, 24 gevechten, ik zei het al. Dat is de meeste gevechten van alle Nederlanders in ieder geval ooit in de UFC. 11 finishes, waarvan 6 submissions en 8 fight bonuses. Dat is nog wel een behoorlijke, weet je, daar mag je behoorlijk trots op zijn, toch? Ja, dus achteraf is dat, nu kan je het ook veel objectiever beoordelen. Ja. Ik heb ook mijn mindere momenten gehad, alleen, ja, weet je, niet iedereen wordt wereldkampioen helaas. En ik zeg, voor mij is het nu ook al logisch dat ik daar niet ben geworden, want ja. Nee. Weet je, dan, de rest heeft wel allemaal... een hart wat het helemaal goed doet. Dus ja. Weet je, het zijn natuurlijk mensen die nu misschien tegen jou zeggen, maar als je de commentaren leest van je bent nog zo jong, weet je wel. Als je ziet, Alistair is bijna in de 40, Stipe is achter in de 30. Ja. Juist zwaargewichten. Cormier was 41, 42, die stopte. Maar ja, mensen moeten niet vergeten. Ja, was het 19 of 20 dat je in de UFC terecht kwam? 20, ja. Teken bij de UFC, ja. Daarvoor ook al iets van... 22 wedstrijden profniveau gevochten. Dus dat, op een gegeven moment is het wel genoeg, weet je. Dat, het einde komt nu wat eerder als je had gebeeld. Ook vooral omdat je met het nieuwe contract wat ik had wel echt bedragen ging verdienen van... die echt voor de toekomst een verschil maken. Dus dan heb je ook wel zoiets van, ja, weet je. Nu heb ik wel echt gewoon al die jaren voor gevochten om nu eventjes te cashen. En alleen hoe belangrijk is dat als je... telkens meer dingen oploopt en over een tijdje misschien wel echt last heb van iets wat veel erger is dan de dingen die je nu hebt. Dan is het er gewoon niet waard. Ja, maar je kan dat is wat Gilbert ook zei, hè? Ja. Ik ben een beetje goede wil, kan je ook zeggen dat jij de laatste 6 jaar van je keer eigenlijk altijd met je gezondheid niet hebt lopen kwakkelen, maar dat het wel een factor is geweest in alles. Ja, en daarvoor ook wel, want ik ben geboren met die hartafwijking. Dus ja, in hoeverre, ik weet niet, want ik heb het altijd gehad. Dus ik weet niet in hoeverre het... een verschil zou maken. Ik denk wel dat het verschil zou maken, want bepaalde... Ik heb altijd wel het idee gehad dat mensen in het zwaargewicht eigenlijk altijd fysiek een stapje voor op me hadden. En toen ik net bij de UFC kwam, gebruikte heel veel mensen, dus dat was een deel. Maar op de een of andere manier, ik was fysiek een van de minder sterkere zwaargewichten. En ik ben ook nog vrij lang natuurlijk, maar... als ik dan zag, als we met de krachttrainingen bezig waren, hoe die andere mannen er mee omgingen, dan was ik vrij snel buiten adem, weet je, met dat soort dingen. En ik heb ook, vooral de laatste jaren, bepaalde situaties wilde ik een beetje uit de weg gaan in wedstrijden. Als je tegen het gaas staat en je bent aan het vechten voor positie, je hebt allebei een over- en een underhoek. En je moet echt voor iedere centimeter vechten en je pakt een centimeter en die moet je vasthouden. En je zet dat vast. Dat kost heel veel statische kracht. Dus dan adem je zwaar en weet ik dan. Maar dan merkte ik dat ik heel snel leegliep. Dat gewoon extra druk geeft op die hartklep. En dat ik daarom meer... Het moet harder werken. Lekkage heb. Dat werkt allemaal samen. Dus. Ging je daardoor soepeler vechten? Ging je je stijl erop aanpassen? Ik probeerde veel meer op souplesse te vechten. Veel minder druk te zetten ook. Terwijl ik vroeger in het verleden wel echt veel succes had als ik druk ging zetten. Onder andere tegen Miocic. Die heb ik een ronde lang onder druk gezet. Mm-hmm. Toen won ik uiteindelijk van hem. Alleen dat, ook waarschijnlijk omdat ik het wist, had ik er veel meer moeite mee om die versnelling te vinden. Terwijl ik in het verleden echt geen probleem had om van 2 naar 3 te schakelen. Dus die wetenschap remde je?
Ja, en waarschijnlijk ook wel de medicatie speelt ook wel een rol. Voor mijn bloeddruk, ja. Om de druk op die hartklep te verlagen. Ja. Alleen ja, hoge bloeddruk hoort bij sporten. Die heb je nodig om te presteren. En ja, alles bij elkaar speelt een rol, maar goed. Ja. Weet je wat ik zeg? Ik ben tevreden. Ik wil er ook helemaal geen excuses voor maken. Of weet ik voor wat. Het is wat het is, weet je. Dat... Nee, maar dat doe je ook helemaal niet. En ik wil ook niet dat dit heel... dat dit een grote tranen trekkende bek. Nee, absoluut niet. Ik vind het gewoon heel interessant altijd om te horen hoe mensen... En zeker als je net met pensioen bent, dan kun je ook eerlijk zijn. Dan hoef je niet stoer te doen. Dan kun je gewoon zeggen hoe het... Ja, dat is ook heel lekker. Zeker. Je kan nu echt gewoon veel objectiever ernaar kijken. En dingen zeggen die je eigenlijk altijd voor jezelf moet houden. Precies. Wat zijn de dingen die je voor jezelf hield, die je nu wel gewoon kan zeggen? Ja, zoals net, dat ik veel meer op souplesse moest vechten bijvoorbeeld. En dat eigenlijk allemaal, eigenlijk geef je er nooit aan toe. Maar ik voelde dat de trainingen telkens zwaarder werden. Alleen als je dat echt gaat zeggen, dan is het ook zo. Weet je? Ja. Dan wordt het alleen maar zwaarder. Dus zolang als jij actief bent en op dat niveau wil presteren, dan ga je dat soort dingen niet toegeven. Met je kop in zand. Nee, het bestaat niet. Nee. Ja, terwijl het wel zo is dat je eigenlijk weet. Jezelf. Ja. Hou je bek nou, is gewoon niet over. Dat is gewoon, dat hoort erbij ook bij die sport. Ja. We hadden net die statistieken. En als je dat dan zo ziet staan, wat voel je dan? Hoe trots ben je? Oké, staan ze weer. Ja, 13 keer gewonnen van de 24. En vooral die eerste serie van de eerste 18 won ik er 12. Dat is gewoon een hele mooie reeks. Dus dat, en dan het laatste stuk ging het gewoon een stuk minder. Maar je hebt nu veel resultaten, maar ook gewoon van met wetenschap. Hè? Ja. En dan die hele weg afleggen. Ja, erg trots natuurlijk op wat ik gepresteerd heb. Je vroeg het net ook, wat zijn dan de hoogtepunten? Ja, sowieso op je 20ste een contract tekenen bij de UFC. Ik was een van de eerste Europeanen die ze toen aantrokken. Want ze waren toen een beetje aan het uitbreiden naar Europa en zo. Op dat moment tekenen vooral... Hoe zijn ze bij jou gekomen? Sorry dat ik weer doorheen tette, maar daar ben ik ineens heel nieuwsgierig naar. Hoe zijn ze bij jou gekomen? Ik vocht... altijd en overal. En dat was ook de mentaliteit die Bob me bijbracht. Ja, kan niet, bestaat niet. Je gaat gewoon door. Je vecht tegen iedereen. En ik vocht af en toe tegen tegenstanders waarvan ik helemaal niet geacht werd te winnen. Vaak belden ze een week, 2 weken van tevoren. En was er iemand uitgevallen. Of ik in Rusland of Engeland of ik wil vechten tegen de plaatselijke favoriet. Het zou een tegenstander nodig om voor hun een mooie overwinning te pakken. En ik bleef maar winnen. En op een gegeven moment kwamen we dus in Liverpool. Ook weer een paar dagen van tevoren gebeld. Als die jongen had gewonnen, had hij ook naar de UFC gemogen. Ik legde hem binnen 2 minuten in een verwerking. En de hele stadion was echt stil van wat is hier nou gebeurd. Dat klopt toch niet? Daarna nog 2 keer daar gevochten. Dat was bij Cage Gladiators. Dat was op dat moment de grootste organisatie in Engeland, want Cage Rage was net failliet. En die waren toen op dat moment ze noemen dat een feeder league naar de UFC. Mm-hmm. Dus een laatste opstapje. Nog 2 partijen daar gevochten tegen jongens die al in de UFC hadden gevochten. En toen kwam de UFC ook van bij me van, ja, dat is wel heel indrukwekkend wat je nu hebt laten zien daar. Dus wil je bij ons komen vechten? En toen was ik 20 en toen twijfelde wel heel erg. Want toen, is het niet te vroeg? Dat was exclusief bij de UFC. Dan zou ik, ik vocht op dat moment wel redelijk vaak. 7 tot 9 keer per jaar was geen uitzondering die jaren om te vechten. Dat ging allemaal gewoon vanzelf. Het kostte geen energie, weet je. Je doet het gewoon. En toen Dream en Affliction hadden ook interesse. Alleen toen uiteindelijk hebben we toch de keuze gemaakt. Omdat die ook wel problemen hadden met financiën. Was toch blij dat je Affliction niet hebt gekozen? Ja. Dus uiteindelijk goede keuze geweest om naar de UFC te gaan. Dus op die manier eigenlijk. Oh. Ja. Daar was je trots op. En wat nog meer? Hoogtepunten? Ja, gewoon sowieso wat ik zei. Op mijn 20ste heb ik daar getekend. 12 jaar daar mogen vechten. Eerste partij verloren tegen Dos Santos. Maar dat is geen schande. De tweede partij. Ja, hallo, wacht even. Dat is ook wat, hè? Want ik weet even één stapje terug. Dat toen de tijd best wel een big deal was. Juist als jong prospect daar binnen werd gehaald. Uit Nederland, natuurlijk, wat helemaal niet zo'n groot MMA-land was. Toen al helemaal niet.
young prospect daar kwam en echt werd gezien als een belofte van de toekomst. En in de eerste de beste wedstrijd krijg je Junior fucking Dos Santos voor je kiezen. Ja, maar Dennis is nog boos. Ja, nee, maar serieus. Boel. Ja, I get it. Het is niet zo van, je wordt gespaard. We gaan, geef je even 2-3 opwarmpartijtjes. Nee. Je gaat gaan gelijk met de high swim. Ja, alsjeblieft. Ja. Ja, en op dat moment had hij natuurlijk ook maar 1 partij gevochten voor de UFC. Maar wel Fabricio Werdum. Een paar maanden eerder KO geslagen. Dus ja, dat speelde natuurlijk ook wel mee van, hey, dit is niet echt een makkelijke partij die je gekregen hebt, maar... Goed, weet je, dan ga je onderuit nadat je daarvoor echt bijna alleen maar gewonnen hebt. Dus dat is wel echt een deuk in je zelfvertrouwen. Ja. Toen die tweede partij in Keulen, dan weet je ook echt dat je moet. Op dat moment was 2 keer verlies achter elkaar in de UFC, not done, en dan was je gewoon klaar. Was dat Stornic? Dennis Stornic, ja. Dus als 21-jarige weet je dat je die druk op je schouders hebt. En ik wilde echt kosten wat kosten, maakt niet uit wat er moest gebeuren. Maar ik moest slagen bij de UFC, echt alles moest wijken ervoor. Dat maakte me echt niet uit, ik moest die partij echt winnen. En het ging in het begin natuurlijk ook niet echt lekker. Enorme scheur in mijn voorhoofd. Alleen als je dan met de mindset vecht van, ja, het maakt niet uit wat er gebeurt. Weet je al, breek ik mijn been en mijn arm, een week van, dan hinkel ik maar naar hem toe, weet je. Dan gaat het gewoon, dan ga je gewoon door. En ik weet het natuurlijk om te draaien en het stadion, dat ging echt helemaal uit zijn plaat. Ik weet ook nog die beelden van jou, dat jij uitzinnig van vreugde met die kop helemaal bebloed uit de scène van Vikings of zo daar rondrennen. Dat mensen die niet zo in de sport waren en die beelden, die foto's zagen, die waren echt geschokt. Wat is dit voor een barbaarse toestand? Ja, alle voorpagina's van Duitsland gehaald, ja. Beeld en alles. Ja, dat was echt, dat was natuurlijk een enorm hoogtepunt. De eerste keer winnen en dan op zo'n manier. Miosis blijft natuurlijk ook een hoogtepunt. Op het moment was hij nog geen kampioen, maar dat was ook het eerste main event wat ik vocht. Ja. Dus ook gewoon een hoogtepunt. Ja, weet je, hoeveel mensen komen er bij de UFC en hoeveel mensen die gaan dan uiteindelijk ook nog gewoon een main event vechten voor de UFC. Dat is gewoon echt bizar. Als je erover nadenkt uiteindelijk, dat is echt gewoon heel mooi. Ja, hoe was jouw benadering voor die wedstrijd toen? Want hij was nog niet wie hij nu was. Dus in retrospectief heeft die wedstrijd natuurlijk nog veel meer waarde gekregen, neem ik aan voor jou. Wat was hij nog niet, maar hoe benaderde jij hem al steeds dan? Hoe stond hij toen een beetje? Ik was toen ook zat een hele goede flow. De wedstrijden daarvoor, alle 3 gewonnen. 2 submissions en 1 TKO. En op dat moment zat ik gewoon weer in de flow van, ja, maakt niet uit. Weet je, maakt niet uit wie ze tegenover me zet. Ik ga gewoon nu richting die belt. En dat was de periode waar mijn vader heel erg ziek was. Dus het was 2 keer per dag trainen, 2 keer per dag naar het vuur. En gewoon gaan. Gewoon, weet je, het maakt niet uit. Het kostte wat kost, alles. We doen het gewoon, verstand op nul. En toen die partij. En die partij, de eerste ronde was voor hem. En de tweede ronde, toen was ik gewoon echt, niet te kloppen. Ik denk dat heel weinig mensen van mij die dag gewonnen hadden. Tweede ronde kwamen bij zijn hoop opstootjes om de hoek kijken. Hij had gewoon echt niks meer te vertellen. Ja. Dus dat, ik vond het jagen, maar ik heb er gisteren nog even gekeken. Ja. Dus echt toen, aan het jagen. Ja, dus toen ging het vanzelf van versnelling 2 naar 3 en gewoon doorschakelen. En hij, je ziet hem gewoon aftakelen en dan komt er iets in je los. Je ziet dat en je weet gewoon dat hij eruit gaat. Gewoon simpel, maakt niet uit. Dat, En hij ging? Gewoon door. Ja. Nogal. Ja. Dus dat is natuurlijk ook een hele mooie partij. En daarna viel alles een beetje in duigen. Want dit is dit is 2012 waar we het over hebben. 2012, begin 2013 vocht ik tegen Hunt. Begon heel goed. Ik was die partij echt naar me toe aan het trekken. En toen, takelde mijn lichaam echt heel erg af. En eigenlijk had ik die partij ook niet moeten vechten. Toen wist ik nog niet van mijn hart, want het kwam daarna aan het licht. En ik was heel erg ziek geweest. Maar ik dacht dat ik toch nog wel genoeg in de tank had om van hem te winnen. En mijn lichaam stopte er gewoon mee. Maar echt, ik had echt helemaal niks meer van het ene op het andere moment. En ook in de rust herstelde ik niet. Hartslag was echt richting de 200. Dus ik stond gewoon echt half dood te gaan daar in die kooi. En toen wisten we nog niet van mijn hart. Maar dat kwam daarna aan het licht. Hoe hard slaat hij? Ja, iedereen slaat hard in die divisie. Ja, maar hij? Eigenlijk helemaal niet zo hard. Want ik nam best wel op het klappen van hem, die partij. En die stikte ik gewoon weg alsof het niks was. Echt waar? Ja, alleen... Wie sloeg het allerhardst dan? Van waar je tegen hebt gevochten? Ja, dat is echt moeilijk te zeggen. Als een stoot raakt, is hij raak, weet je. Ja, maar... Ik heb van meerdere mensen gehad dat je die ijzersmaak in je mond krijgt nadat je een stoot op gaat. Dat je echt zoiets hebt van, wow, shit, dat wil we niet nog een keer. Dat...
Ja, hij sloeg natuurlijk heel hard, want mijn kaak lag aan stukken. Ja, dus dat, kaak, maar dat kwam meer omdat ik gewoon echt niet meer kon. Ik kon gewoon mijn lichaam amper nog bewegen. En ik stond met mijn mond open te ademen. Ja, raak me maar, bam, weet je. En ja, dan weet hij er wel raad mee natuurlijk. Dus. En toen heel lang eruit gelegen met Maarten en zo. Eerste partij terug tegen Mitrion. Toen viel ik een soort van flauw in de kleedkamer. Kon ik de druk niet aan. Een paar maanden later vocht ik tegen Alistair. Dat is ook niet echt een lekkere eerste partij. Maar even bij het moment van Mitrion. Want dan zit je dus al in de kleedkamer. Ja. Handen getaped. Alles eigenlijk klaar om naar de kooi te gaan. En dan val je flauw. Dat lijkt me... Ik weet niet, misschien niet eens voor jou, maar voor de mensen om je heen lijkt dat zich de tyfus zijn geschrokken op dat moment. Ja, tuurlijk. Dat is heel met geschiedenis voor jou. De muren kwamen echt op me af in die kleedkamer. Wat bedoel je daar precies mee? Normaal gesproken weet je dat je moet vechten en dan kan je het wel redelijk controleren nog. Wat controleer je dan? De ene keer beter dan de andere keer de emotionele rollercoaster die op je afkomt naarmate zo'n wedstrijd dichterbij komt. Kan je dat een beetje beschrijven? Ja en nee, het is heel moeilijk, want eigenlijk voel je dat alleen maar gelukkig op dat moment. Maar je gaat gewoon vechten tegen iemand die ook heel goed is. En je weet dat je hoe dan ook hoogstwaarschijnlijk pijn gaat krijgen in je wedstrijd. En dan moet je allemaal uit kunnen zetten. Je gaat getrapt worden, geslagen worden. Je kan KO gaan, hij kan je arm breken, je been breken. Noem maar op. Dacht je daaraan? Ja, alles kan gebeuren. En vooral na die partij tegen hun, dat ik zo enorm moe was en mijn kaak brak. Dan gaat het door je heen van, hey, dat wil ik echt niet nog een keer. Dat kan echt niet, dat mag echt niet gebeuren vandaag. Dat was niet fijn, zeg maar. Nee. Het werd gewoon te veel in mijn hoofd. Mijn vader was toen ook overleden, het jaar daarvoor. En ik kwam terug van die problemen met mijn hart. Ja, alles bij elkaar was gewoon te veel. Ik kon het gewoon niet handelen. Dus dat toen ging het licht even uit. Dus dan heb je lichaam zoiets van, nee, dat gaat hem gewoon even niet worden vandaag, weet je. Dat, te veel druk in je hoofd en ja. In hoeverre was het want je natuurlijk, volgens mij ging je hartslag toch ook heel hoog, waardoor je oud ging, heb ik dat goed? Ja, nou, ik schrok heel erg van dat ik dus neerviel, omdat ik dus ook terugkwam van die problemen met mijn hart. Maar uiteindelijk bleek ook dat de medicatie die ik op dat moment gebruikte ook nog extra... Dus alles versterkte. Ja, versterkte. Dus wat ik. Je had het mentale aspect en daar kwam het medische aspect even lekker bovenop gekwakt. Dus het was gewoon even niet te doen. Dus toen weer verder. Eerste partij, daarna tegen Alistair. Ook niet heel fijn natuurlijk. Dat was de eerste partij van zijn reeks richting de titel. Dus toen had ik echt de beslissing gemaakt van daarna. Ja, ik moet Nederland echt even verlaten om de motivatie weer terug te krijgen. En de juiste prikkels weer te krijgen. En dat is niks ten nadele van niemand. De jaren daarvoor had ik wel zoiets van... Ja, ik mis toch wel wat dingen, ook qua worstelen en zo. Wat ik vooral voor een zwaar gewicht hier niet helemaal optimaal kan doen. Dus dat hielp ook wel weer een beetje om de stap te maken richting Florida. Dus daar heb ik gewoon heel veel aan gehad. Heel goed begin gehad. En uiteindelijk ging het dus wel minder, maar ja. Ja, maar wel even lekker letterlijk afstand nemen van alles. En wat je nu met de coronaperiode natuurlijk ook hebt gehad. Hè? Dat je gewoon echt even gedwongen wordt afstand te nemen. Dan zie je alles toch wat meer. En heel mooi avontuur ook. Gewoon, ja, weet je, gewoon lekker. De eerste 2 jaar heb ik daar eigenlijk non-stop gewoond. En daarna heb ik nog 3 voorbereidingen daar gedaan. Dus ook nog wel bij elkaar 6 tot 9 maanden van de jaren daarna. Dus dat was wel echt... Ja, Florida is geen slechte plek om te wonen. Ik kan me alleen een heel mooi plaatje herinneren op Instagram. Dat je met een of andere soort van diepzeevis in je armen stond. Dan zijn je armen al vrij groot. En die vissen die waren net zo groot als jij ongeveer. Ja, de weekenden waren wel fijn daar. Ja, zeker. En eigenlijk ben ik amper naar Miami geweest. Ik heb wel ben wel een paar keer ervan geweest. Miami even een keertje zien. Maar dat deed me eigenlijk niet heel veel. Maar gewoon het klimaat en zo. En het leven daar al voor de rest was gewoon heel fijn. En dat hielp ook wel mee met mezelf terugvinden. Voor hetgeen wat ik nodig had om die kooien goed in te stappen. Dus. En als het over mentale aspecten hebben. Ik heb het idee dat Bob daar een hele grote rol in speelt. Klopt dat? Ik vocht ook altijd gewoon eigenlijk een beetje op zijn manier. Zoals hij vroeger ook het vocht. En dat komt ook omdat, wat we net bespraken, bepaalde dingen ga je gewoon door. Je gaat gewoon door. Ook een hele zware training. Hij pushte je gewoon heel hard. En
Met ja, sommige dagen dat je niet goed in je vel zat met sparren, dan werd je gewoon heel hard gepusht daar al, weet je. En ja, als het dan niet ging, buiten de Bob het wel gewoon weg van. Dat je ook gewoon je bek houden. Je moet gewoon doorgaan, weet je. Dat kan je in die kooi ook niet doen. Gewoon simpel. De oude stempel, ja. Ja, gewoon... dus, zijn er momenten geweest in je carrière dat Bob echt net dat stukje extra bracht, waardoor het ineens omsloeg en goed ging? Of... Ja, en de meest duidelijk is dan die partij dat mijn lippen echt gewoon bijna afhing tegen die Christian Moorcraft. Toen ze dat opgeven, was wel een van de dingen die door mijn hoofd ging naar die eerste ronde. Als je in de hoek staat en dan die quote van Stitch, die zegt tegen de ringarts van nee, het komt wel goed, hij moet wel een goede chirurg hebben, maar het komt gewoon helemaal goed. En dan sta je daar en dan, ja, je bent eigenlijk helemaal murf geslagen die eerste ronde. En heb je zoiets van, oh, jezus. En dan moeten we nog 2 rondes, als we pech hebben, weet je, ja, wat gaat er nog meer gebeuren? En ik ging er gewoon bijna van mijn stokje daar al. En dat zei ik tegen Bob, nee. Je moet gewoon doorgaan, je moet gewoon dit doen. En gewoon alles wat je hebt, gewoon gooi het gewoon. Ja, dan weet hij toch nog op andere gedachten te krijgen. En toen 20 seconden later lag die gozer gewoon gestrekt in die kooi. Dus ja, dat is wel een heel duidelijk voorbeeld natuurlijk. Dus ja, wel een mooie herinnering. Prachtig verhaal. Ja, over herinneringen gesproken. We gaan naar de tijdmachine. De tijdmachine, zoals inmiddels al een traditie, geven we elke week onze gast de kans om in de tijdmachine te stappen en terug te gaan naar een moment in de tijd waarvan hij zegt, nou, dat zou ik graag nog een keer overdoen. Kan zijn het moment dat je echt te gek vindt, dat je die sensatie nog een keer wil beleven. Kan ook een moment zijn dat je van, nou, dat was echt gewoon kut. Dat wil ik gewoon beter of anders doen. Ja, we hebben net de mooie momenten ook besproken natuurlijk, alleen... een ander iets wat we ook meegemaakt hebben. Toen vocht ik in North Carolina tegen Roy Nelson. En toen stonden we in de kooi. Eerder die dag had ik ook al een voedselvergiftiging opgelopen. Dus ik zat nog niet heel lekker in mijn vel. Uiteindelijk hadden we de focus nog goed gekregen nadat ik even een paar uur alles eruit had gegooid. En dan sta je eenmaal in die kooi en dan wijst Bruce Buffer naar jou om je aan te kondigen. En toen viel alle stroom uit. Dus dan sta je in een donker stadion. Het is heel bijzonder eigenlijk, want je weet dat degene die tegenover je staat je kop eraf wil slaan. Nou, je ziet hem niet meer. Dus dan heb je zoiets van, hey, hoe ben je? En dat heeft uiteindelijk een half uur tot 3 kwartier geduurd. Dus we hebben 10 minuten in die kooi gestaan dat ze het hebben geprobeerd te fixen. En uiteindelijk zei ze van, nee, kom er maar uit. Want het gaat nog wel even duren. Ja, weet je, dan is het heel moeilijk om je te focussen natuurlijk. Dan zeg je concentraties weg. Ja, maar dat heb je gelukkig wel allebei. Ja. Alleen die partij liep voor mij niet goed af. Maar dat gewoon dat moment, dat was zo echt... Met de voedselvergiftiging, alle energie. Ja, maar gewoon sowieso, als ik dat niet ga, dan sta je in die kooi. En je staat gewoon tegenover iemand met wie je gaat vechten. En dan gebeurt er iets waarmee je eigenlijk zit je eigenlijk met je hoofd alleen maar in oorlogsmodus. Dus je moet vechten. En dan duurt het maar en dan duurt het maar. En sta je daar in het donker. En dat is echt bizar. Ja. Dat is echt iets heel bizar. En dan moet je terug naar de kleedkamer. En dan weet je nog niet hoe lang het gaat duren. Dus dan ga je gewoon een beetje petsen en zo weer. En je moet ook zoals warm blijven, maar niet te veel doen. Precies. Ja, en de piekmoment wil je vaststaan. En eigenlijk wil je alleen maar dat die partij afgelopen is, dat het voorbij is. Ja. Dat zal iedere vechter wel kennen. Gewoon, oh, ik kan echt niet wachten tot het vanavond gewoon lekker achter de rug is. Dan ben ik lekker eten kunnen. en eigenlijk gewoon slapen. Ja. Gewoon, ik hoef niet eens te eten. Gewoon, gooi me gewoon gelijk in mijn bed als ik klaar ben. Ja. En, ik hoef niemand te zien. Maar als we nu terug zijn, wat zou je anders doen in dat moment? Wat zou je anders doen? Ja, op dat moment kan je niet heel veel anders doen natuurlijk. Ik had die partij graag anders gevochten. Je had gehoopt dat de elektriciteit het deed. Ja. Ja. Wat zou je anders doen met je carrière, met de dingen die ik nu zeg? Ik had objectiever naar bepaalde momenten moeten kijken waar ik niet had moeten vechten. Maar dan kun je ook weer toeschrijven aan de bepaalde hardheid die je ontwikkelt in dit spel. Dat je gewoon en altijd maar doorgaat. En jong. Ja. Het is gewoon moeilijk. Zo leer je ook. Hè? We moeten fouten maken. Ja. Is het misschien ook even een overweging dat je even nu vader geworden inderdaad. Want als je even de dingen die statistieken die we net liet zien niet laat zien. Dat je hebt in je hele keer geloof maar 5 keer naar de decision gevochten. Op welke kant dan ook. Dus bijna al jouw wedstrijden eindigden voortijdig. Ja. Of je nou aan de goede of aan de slechte kant zat. Maar je bent ook wel eens een paar keer natuurlijk aan de verkeerde kant van de medaille geëindigd. Met een knock-out. Is dat ook een reden geweest? Dat alles doet het nu nog goed. En met alle dingen die spelen. Van nou, ik vind het wel mooi. Ja, wil ik zeggen. Ik heb nu vrij weinig
klachten. De dingen die ik heb, die zijn niet opgelopen door vechten. Mijn kop zit wel onder de littekens, maar die heb ik goed weggesmeerd. Je hebt geen bloemkoren. Nee, maar goed, de rest heb ik wel. Je kon er ze niet bij. Ik heb echt de scheuren hier onder elkaar zitten. Mijn lip zit aan de binnenkant, allemaal littekenwezen op mijn kaak. Zit hier een heel groot litteken aan de binnenkant. Deze van mijn laatste partij, mijn wenkbrauw, groeit gelukkig haar op. Maar dat, weet je, ik heb tegen hun lagen er een paar tanden uit. Aan de onderkant ook, naast die gebroken kaak. Ja, noem maar op, weet je. Dat, Je hebt wel wat souvenirs overgehouden, dus... Ja, en na een tijdje, dan al die dingen, dan heb je er gewoon geen zin meer in. Dat trek je gewoon niet meer. Dat wordt gewoon even te veel allemaal. Dat hoeft niet meer. Er zitten genoeg kilometers op je lichaam dan. Ja, en dat in combinatie met de dingen die ik dus heb... die gelukkig niet zijn ontstaan door vechten. De andere medische mankementen, dan moet je gewoon de conclusie trekken dat het goed is. Ja. Ja, waar ik wel benieuwd naar ben, hè, want er zijn natuurlijk wel andere dingen die kunnen ontstaan door vechten, CTI. Ja. Wat is jouw visie daarop? Ben ik ook wel redelijk mee bezig geweest. Vind ik een heel eng iets, omdat je dat niet nu gelijk voelt. Dat kan zich ontwikkelen in de mate nadat je, of in de jaren nadat je carrière afgelopen is. En er is natuurlijk wel meer over bekend, omdat het in de NFL wat langer speelt. Dus ook die film over gemaakt met Will Smith, Concussion. En dat is gewoon een heel eng iets. En ik hoop niet dat ik ooit mee ga maken wat hun meemaken. Of op latere leeftijd echt de gevolgen ga ondervinden van wat ik in die kooi heb gedaan. Maar dat zijn wel dingen die meespelen en waar je over na gaat denken. En waardoor je misschien ook wel wat zever gaat vechten. Want eerst heb je altijd zoiets van, ik ben uit die kooi en ik leg gewoon in elkaar. Maar goed, je ziet dat ik heb helemaal nergens last van. Alleen als je dan die dingen leest... Ja, dat is vrij heftig. En ze kunnen het ook niet vinden met scans, et cetera. De techniek hebben ze er nog niet voor. Daar zijn ze nu mee bezig. Alleen met een MRI-scan of zo, dan zie je niet de schade die CTI aan je hersenen heeft achtergelaten. Dus daarvoor moet je eerst dood zijn voor de luisteraar. Hmm. Ja, daarvoor moeten ze je schedel openmaken. Dus als je dood bent, dan kunnen ze echt zien dat je die ziekte hebt. Want het is een ziekte dus. CTI. Dus dat is iets engs. En dat is zeker iets om over na te denken. En ik ook denk dat we daar in Nederland heel bewust van moeten zijn. En dat alle sportschoolhouders daar de nodige kennis van moeten hebben. Omdat zij ook veel jonge mensen begeleiden die binnenkomen. En af en toe hoor je in Nederland was dat bepaalde jeugdvechters heel hard trainen en heel hard sparren. En daardoor kom je ook op een bepaald niveau en krijg je een bepaalde hardheid. Alleen als je dan dat meeneemt, dan vind ik wel dat je daar al bepaalde besluiten over moet nemen. En slimmer ermee om moet gaan. En ook met je sparren. Je kan niet iedere week oorlog voeren. Want dan is het gewoon vragen om dat soort dingen. Ja. Dat is, maar ja, de meeste schade is ook bewezen. Volgens mij de meeste schade lopen vechten op tijdens sparren. Niet tijdens wedstrijden. Zeker waar. Ja. Zeker waar. Nu je zelf vader bent, hè, en je kindje wordt straks 6, 7. En je wil hetzelfde doen wat papa doet. Mm-hmm. Hoe moet zo'n sportschool eruit zien waar je kindje naartoe gaat? Kijk, er zijn genoeg sportscholen waar ze het gewoon wel heel goed controleren. Ik vind dat ze op jonge leeftijd gewoon heel voorzichtig moeten zijn met stoten en trappen op het hoofd. Dat vind ik eigenlijk iets wat niet hoeft voor een bepaalde leeftijd. Hoe oud moet je zijn voordat je je eerste klap of stoot op je hoofd mag krijgen? Ja... gecontroleerd en gedoseerd. Dan ga ik toch wel richting de 16 tot 18. En vind ik 16 dat het echt beperkt moet zijn. Tot heel veel controle. Alleen als je 16 bent, heb je zelf die controle nog niet echt. Dus dan moeten degene die de les leiden, die controle hebben in die les. Alleen als je een hele zaal vol mensen hebt, is dat heel moeilijk te controleren. Mm-hmm. Dus dan moet je gewoon een hele goede leider in zijn, denk ik. En je zei net met de vraag van Dennis dat je zelf geen sportschool wil hebben. Dus we gaan geen... Nee, geen eigen gym. Ik heb genoeg in de sportschool gezeten de laatste jaren. En het is gewoon enorm veel werk. En je hebt wel veel vrije tijd, maar dat is gedurende de dag. Jij doet het met je partner, Bob en Emma doen het samen. Deed het? Oh, sorry. Nee, wij deden het. Nee, maar ik bedoel, ik weet hoeveel werk het is. Ja, weet hoeveel werk het is. Ik weet niet of je het Ik zie jou ineens dik wegtrekken. Ik zat ook wel te kijken, wat? Die komt niet van me af. Oké, gelukkig. Goed om te horen. Maar goed, je bent gewoon s'avonds laat klaar. Je geeft veel lessen.
Je bent er gewoon de hele week mee bezig. Als je er een succes van wil maken, dan is dat je leven, weet je. En ik zie mezelf daar niet doen. Ik zie mezelf daar niet gelukkig van worden als ik daar zoveel tijd moet doorbrengen. Ik ga wel trainingen blijven geven. Alleen dat ga ik... Ga je het bij Bob doen? Ja, zeker wel. Sowieso is dat een hele goede optie natuurlijk. Dat heb ik sowieso de laatste jaren al gedaan. Alleen nu legt alles gewoon echt op zijn reet natuurlijk. Ja. Zo raar. Wat ga je nog meer doen? Ik ben met een aantal andere projecten bezig waar ik heel enthousiast over ben. Alleen het is nog heel vroeg om daar echt wat over te zeggen voor de mensen thuis. Maar welke richting gaat het op? Gaan we jou, weet ik veel, ga je motivational speaker worden? Ga je businessman worden? Whatever. Kan je daar iets over zeggen? Ja, van alles wat eigenlijk wel. Want als je af en toe vind ik het wel leuk om zo'n speech te geven of werk voor het, maar ook weer niet te veel, weet je. Het hoeft voor mij niet altijd, want ik denk dat als je dat altijd doet, dan vertel je altijd hetzelfde verhaal. Want op een gegeven moment houdt je verhaal op. Weet je, je kan me zoveel vertellen over wie je bent en wat je doet. Ik ga zeker wat dingen opzetten. Alleen dat zijn allemaal zaken waarvan ik eigenlijk zeg van, ik moet het echt doen als ik het leuk vind. Niet doen omdat ik heel veel geld ermee kan verdienen, want ik ben nu 33. Ik kan gaan studeren met het beeld van, hey, ik word advocaat of ik voor het. Maar dat trekt me allemaal niet, weet je. Ik noem het beroepen waar je heel veel mee kan verdienen. Het is voor mij geen motivatie om dat te doen. Ik wil echt plezier hebben met iets, omdat ik ook vooral de laatste jaren het een beetje miste in mijn carrière. En dat het gewoon heel veel energie heeft gekost om toch te blijven gaan en te blijven doen wat ik deed. Ook omdat ik gewoon op een gegeven moment veel geld mee verdiende. En alles wat ik net verteld heb, maakt het heel moeilijk om er zoveel plezier mee te hebben als ik er vroeger mee had. Dus ja, ik wil nu wel eigenlijk echt iets gaan doen waarmee ik echt gelukkig ben. Maar blijft sport daar wel een onderdeel van? Ja, maar dat haalde ik er ook uit. Wat ik dus zeg, geen eigen gym. Nee, dat ik dan anders weer de kant op ga dat het te veel wordt. Nee. En dat ik het dan niet leuk meer vind. Nee. Dat je dan een autopilot les gaat geven. Ja. Nou, waar ik eigenlijk wel heel veel informatie heb die ik kan delen met vechters. Ook door de jaren in Florida. Heb ik weer een hele andere kijk gekregen op MMA. En van het worstelen en het grondgedeelte en ook het striking. Een hele andere kant gezien. Dus dat wil ik zeker doorgeven. Maar dat wil ik niet iedere dag doen. Nee, dus de reden waarom ik het ook een beetje vraag is dat heel veel vechters na een carrière toch moeite hebben om afscheid te nemen. Nou heb jij een hele duidelijke reden. Dus ik geloof echt dat jij niet nog een tweede keer gaat terugkomen. Maar je vaak ziet bij vechters die blijven of te veel bij betrokken en willen ze dan terugkomen. Of ze nemen echt afstand van de sport en bouwen ze dan een soort van buffer in voor zichzelf om daarbij weg te blijven. Kun je dan wel genieten van de sport? Ja, zeker. Zeker. En dat was ook een van de dingen, weet je, het werd echt een beetje een last. Toen ik 2 jaar geleden zoiets had van ik stop ermee, dan was het ook een beetje om die reden, omdat ik wel de sport leuk wou blijven vinden. En als ik op dat moment door had gegaan, gelijk had doorgaan, dan had ik het steeds minder leuk gaan vinden. De nadelen van vechten wogen toen veel zwaarder en dan wordt het gewoon niet leuk meer. Dus dat kan ik heel goed begrijpen dat sommige mensen dat hebben, zeker weten. Zeker. Ja, want je bent nu officieel, je staat ook op de UFC-website, staat former fighter, former athlete. Daarom moest ik ook naar buiten komen, want de UFC vroeg of ik wilde vechten. Toen heb ik aan hun verteld hoe het zat. En toen kreeg ik dus de volgende dag een berichtje van mensen die alles in de gaten houden. Van, hey, je staat op de site als former fighter. Dus ik zei, oh, dat gaat snel. Oké, nou, dan moeten we maar even een berichtje maken. Maar ik vond het eigenlijk wel heel lekker rustig om alleen maar even met mezelf en die kleine en mijn vrouw bezig te zijn. Yeah. En gewoon in alle rust even mijn ding te doen. Want voor mij hoefde het allemaal even niet. Die media en weet ik het allemaal wat. Allemaal prima. Zit je hier. Ja, maar... maar zit je hier nu ook inderdaad als wel, voel je ook voor mijn fighter? Is het echt gewoon... Ja, ik ben echt klaar. Ja. Maar dat was ik een paar maanden geleden al voor mezelf. Alleen nu moest ik het naar buiten brengen. Ja. Dus het is wel mooi geweest. En als ik nu nog door zou gaan, dan zou het echt puur en alleen om het geld zijn. Ja. En dat is natuurlijk nooit de juiste motivatie. Dus dat... Dan is het tijd kut in. Ik ken je iemand die als misschien wel beter dan welke andere vechter die je kent. Zeker van de actieve vechters, wat je tot voor kort was, die zo analytisch en naar zichzelf, maar ook naar anderen kan kijken in een wedstrijd. Dus dat is misschien wel iets wat voor jou in de toekomst ook nog in het verschiet ligt als commentator of analyticus. In Amerika hebben ze gewoon echt hele goede analytici. En
En ja. Goede teams daar al. In Nederland is een vrij klein landje. Dus dat, en MMA is hier gewoon nog niet zo heel groot. Dus op tv kan je gewoon niet heel veel doen. En er zijn al heel veel mensen, of tenminste een flink aantal mensen die wat doen. En die ken ik allemaal persoonlijk. Dus ik wil er ook geen druk op zetten. Dat andere mensen... Ja, ik heb je commentaar gedaan voor Spike. En dat was echt heel goed wat je deed. Ja, ja maar dus, dat, ja, ik vind het ook wel leuk om te doen, zeker. Dat, maar dat kan ook in de vorm zijn van een podcast. Of iets in die richting. Alleen dan is het weer moeilijk om het beeldmateriaal van de UFC te werken. In verband met copyright en weet ik het allemaal. En dat wil je er toch wel graag bij hebben. Ja. Weet je? Dus dat zodat je echt kan aantonen waar het misgaat of weet ik wat in een wedstrijd. Ja. En wil je weer die analytische kant ook inzetten in misschien andere dingen die je nu wilt gaan doen? In nieuwe business adventures? Of, Nou, ik denk dat het gewoon sowieso dat het wel een sterk punt is van mezelf dat ik alles analytiseer. Analyseer. Nee. Jezus, wat een woord zeg. En je lult die gewoon te veel. Dan ga je kom ik heel slim over tot ik een moeilijk woord moet zeggen. Beginnen we niet aan. Maar dat is wel... soms is het ook wel nadelig. Want voor mijn eigen wedstrijden bleef ik maar doorgaan soms. En soms is het ook wel een keer goed geweest. Alleen, voor mijn eigen carrière was het lange tijd moeilijk om objectief te kijken naar mijn carrière. En een goed besluit te nemen. Alleen voor andere dingen ben ik daar juist wel heel goed in, volgens mij. Dus dat je iets meer gaan we meemaken. Ja. Dus, daar ben ik wel heel enthousiast over om... Ik heb dit altijd gedaan na mijn schooltijd eigenlijk natuurlijk. Heel snel prof geworden. Heel lang bij de UFC gevochten en nooit iets anders geprobeerd. Dus het is ook wel heel leuk om voor mezelf een punt te bewijzen van... Hey, ja, dit kan je ook. Ja, maar en ik denk dat je die mentaliteit van altijd doorgaan... het analyseren, met tegenslagen omgaan... Je hebt zoveel kennis opgebouwd. Als je die energie nu in welk... Ga je, weet ik veel, zonnebloemkwekerij beginnen? Ja, als je het dat wordt gewoon een succes. Ja, zeker. Ja, maar... En jouw boek heet ook Levenslessen uit de kracht. Kracht, ja. Ja, ik heb er ook gewoon heel veel van geleerd over mezelf. En over andere mensen ook. Want op een gegeven moment zie je een beetje aan andere mensen... wat er door ze heen gaat, bijvoorbeeld met trainingen of weet ik wat. En dat kan je dan ook weer meenemen in het dagelijks leven. Dat, heb je een levensles die je hebt geleerd... Nu is het wel heel moeilijk om... doe wat je gelukkig maakt. Sowieso. Doe niet dingen als je het alleen voor het geld doet. Of voor anderen doet. Tenzij het zoveel oplevert en je daarnaast gewoon van je leven kan genieten. Maar als je het alleen voor het geld doet, ga je vaak niet gelukkig zijn. Dus doe het gewoon echt. Doe het gewoon echt als het je gelukkig maakt. Sowieso, ja. Mooie. Ja. Heb je afgelopen weekend gekeken? Ja. Ja, ik Louis zeggen Blades. Ja. Ja. Ik denk vele met jou, waaronder ik zelf heb ook. Heb je geld verloren, Dennis? Ik heb deze week... Nee, ik had al mijn gokte goed opgemaakt vorige week al. Dus ik was even vergeten mijn dingen aan te vullen. Dus ik heb het even niet gegokt deze week. Maar dat is waarschijnlijk ook maar goed ook. Want ik had waarschijnlijk niet mijn geld op loose gezet. Was voor mij een vrij makkelijke keuze afgelopen week. Alleen dan blijkt toch ook maar dat je er vaak naast kan zitten. Ja, ja, dat is een wedstrijd. Dat is ook weer heel leuk. Dan zit voetbal zeggen, de bal is rond, hè. Het kan toch, ja, één klap. Letterlijk één klap. Ja. Letterlijk één klap. Kan... Welke partij hebben we het hier? Voor de luisteraars. Denk ik. Ja, Derek Lewis tegen Curtis Blades natuurlijk. De nummer 2 tegen de nummer 4. En waar ik vorige week hier op deze plek nog zei van... die Lewis, je hebt alleen maar gewoon een harde pomp. En die Blades is veel beter met zijn borst en alles. Die Blades gaat dat sowieso winnen. Nou goed, dan kom ik natuurlijk eventjes van de koude kermis thuis. Sta ik weer even voor lul hier. Ja, maar waar ligt het dan aan? Nee, jij zit nooit voor lul. Je bent onze encyclopedie. Maar waar ligt het dan aan, denken jullie? Is het de arrogantie van Blades? Die denkt, die denkt al dat hij bij die titel is. Is het mentaal versus techniek? Is het lomp power? Ik denk dat het ook een mentaal iets was. Voordat we hier gingen zitten, er ook over wat er met Ngannou gebeurde na zijn partij tegen Miocic. Dat hij zo slecht voelde tegen Lewis. Eigenlijk helemaal niks deed. En de laatste partij van Blades was volgens mij tegen Volkov. En toen zat hij er ook echt helemaal doorheen. Had hij wel gewonnen. Alleen had hij zich helemaal stuk geworsteld. En eigenlijk in deze partij heeft hij maar één take nou geprobeerd. Terwijl hij echt een hele goede worstelaar is. Ik had het idee dat ze allebei, vooral Lewis, die is veel economischer met zijn energie tegenwoordig. En dat is wel heel goed voor hem, want af en toe sloeg hij zich helemaal leeg. Alleen Blades was dat ook. En hij heeft maar één takedown geprobeerd. En het leek ook wel alsof hij die takedown te makkelijk opgaf, vond ik. Mm. Ja. Omdat hij misschien niet te veel energie wilde verspillen in die takedown om hem naar de grond te krijgen. En Lewis is ook iemand die heel makkelijk weer opstaat.
ook door het lichaamstype wat hij heeft. Hij is niet alleen staande heel explosief, maar ook op de grond weet hij het heel snel om te draaien en dan staat hij weer. Hij is heel soepel. Ook hoe die trappen, gesprongen trappen eruit gaat, dat je denkt, hè, jij? Ja. Ja, nou, misschien onderschatten we ook Lou. Kijk, zei vorige week al wel van, je komt natuurlijk niet zo hoog in de UFC als je echt alleen maar één harde klapje. Er zit natuurlijk wel iets meer achter en dat bleek ook wel, want zijn takedown defense was wel aardig op orde. En hij laat af en toe ook wel glimpen zien dat hij wel iets meer kan dan. Maar ik vond vooral van Blades, de eerste ronde vond ik dat Blades namelijk de stand-up aan het winnen was. Hij kwam hem een aantal keer goed door met zijn low kicks. En ik denk van, waarom blijf je dan niet bij dat gameplay, als je ziet dat dat werkt. Want ik denk, als hij dat had doorgezet, dan had hij een grotere kans gehad. Of de angst gaat weg, hè? Dat je iets te veel zelfvertrouwen gaat krijgen. Ja. Ik heb hem vandaag nog even teruggekeken. En toch die low kicks, je ziet dat hij op het laatste moment inhoudt. Als worstelaar zijnde. Op een bloktrap is natuurlijk iets onwijs pijnlijks. En je ziet dat er gewoon niet volledige overtuiging in die low kicks zit. Dat het toch niet is. Het is gewoon een worstelaar. Klaar. Ja. Maar hij is wel veel beter geworden. Want ik heb hem ook zien trainen toen in Denver. En ze hebben daar echt enorm goede stand-up coaches, striking coaches. Ja. Alleen het blijft een worstelaar. Simpel. De rest wordt wel veel beter. Alleen zijn sterke punten is het worstelen. En dat deed hij te weinig. In de eerste ronde heb je geen enkele takedown geprobeerd. Nee. Waar hebben we het dan over? Was de statistiek ook ergens dat Blades 26% van zijn takedown pogingen zijn succesvol. En misschien overschatten we zijn worstelen dus misschien een beetje. Ja, dat kan ook nog. Dat is niet heel goed. Ja, maar hij is ook wel heel goed in chain wrestling. Dus soms probeert hij een takedown, voelt hij dat het niet gaat. Dat is dan een failed attempt. Alleen dan gaat hij gelijk door naar de volgende. Ja. Of dan verbruikt hij niet zoveel energie. Hij knoopt de ene techniek naar de andere en hij kan door blijven gaan. En hij laat ook mensen heel vaak opstaan. Dan blijft hij wel zwaar op ze en dan staan die mensen. Gewoon leeg trekken. Sta je eenmaal, en jij zal het ook kennen, dan sta je eenmaal en dan ben je even relaxed. En probeer je lucht te pakken. En dan zit hij alweer onder je heupen. En dat doet hij ook heel goed. Ja. Alleen, om de een of andere reden. Ik denk dat hij gewoon bang was om weer zo moeten worden. Als die laatste partij. Dat zei hij ook. Mijn cardio moet echt beter. En als je dan tegen iemand vecht waarvan je weet dat hij heel makkelijk weer naar zijn voeten komt. En als je eenmaal begint dat je dan door moet gaan en diep moet gaan. Ja. Dan denk ik dat het daar toch wel redelijk mee te maken heeft. Als je het inschat, hè, wie denk je dat er harder slaat van die twee? Van Blades en Lewis? Ja. Ja. Lewis. Ja. Ja, Lewis is echt die heeft het record knockouts ook nu, volgens mij. De ene dan. Ja, de meeste. Maar dat kun je dus ook niet trainen. Denk je dat sowieso ook meespeelt? Zo van, oké, we weten dat hij is soep, hij staat makkelijk op. En ik sla hard, maar ik weet gewoon, ik moet hem van hem niet krijgen. Want dan ga ik zitten. Zou dat ook nog hebben meegespeeld? Ja, tuurlijk. En hij raakte hem ook vroeg in de partij al met een paar stoten. En toen hoorde je de hoek van Lewis ook schreeuwen. He's hurt. En dan als je die partij vecht en je krijgt vroeg in die partij gelijk een paar tikken van iemand waarvan je trainer zegt van, je moet het niet, mag je niet raken. Ja. Shit, ik ben geraakt, weet je. En dan speelt het gelijk mee. Je voelt die power en hij krijgt natuurlijk bij je zelfvertrouwen. Dus dan verwacht je eigenlijk dat hij snel in worstelmodus gaat. Alleen, ik miste echt die takedowns in de eerste ronde. En hij won de eerste ronde wel met zijn striking. En hij is wel enorm vooruit gegaan. Nou, ik vond vooral deze partij na aflopen dat het commentaar van Lewis, dat hij zei dat hij voor de wedstrijd al helemaal niet, dat hij zijn lichaam niet aan de gang kreeg, dat hij helemaal niet lekker in zat. Dat hij ook Blades, bedoel je? Of? Nee, Lewis. Lewis zei dat zei hij in zijn post-fight interview. Okay. Dat hij in de kleedkamer zijn lichaam niet aan de gang kreeg. In de kooi stond ook dat hij het niet voelde. Dat hij eigenlijk helemaal niet in de wedstrijd zat. Dat hij er helemaal niet, ook mentaal niet lekker in zat. Alleen dat hij wist van tevoren, dat moment dat hij shoot, dan geef ik een opstoot en dan is het klaar. En dat is precies wat er gebeurde. Dat had één stoot. Toch, ik vind het niet tof. Ik hou niet van dat soort vechters. Nee. Van het lui vechters. Ja, jij. Maar goed. Ook niet van Derek Lewis? Nee, ik vind het gewoon niet tof. Ik hou niet van vechters die eendimensionaal zijn. Nee. Ja. Druk naar voren zetten, gecombineerd vechten, agressief zijn. Wat dat betreft is zwaargewicht MMA natuurlijk wel echt anders. En anders dan. Tenzij je naar de kampioen kijkt. En daarom is hij natuurlijk ook al zo lang kampioen. Omdat hij alles kan. Maar dat vind ik dus heel raar. Als ik naar kickboksen kijk. En dan zeggen de heavyweights die hebben niet zoveel. Dan moet je me echt eens even nu gaan uitleggen. De heavyweights die hebben dus natuurlijk minder cardio. Want die hebben meer spiermassa. Dus logisch. Maar dan kijk ik naar kickboksen. En dan zie ik me daar in tempo. Terwijl kickbox is een sprintje trekken. Je hebt heel even rust, weer een sprintje trekken. Je hebt heel even rust, sprintje trekken. En met MMA kun je nog gewoon even hangen op iemand, tegen de kooi aan zetten. Wat is daar het grote verschil nou in? Sowieso 3x3 minuten. Dus heel anders is 3x5, 5x5. Kickboksen is gewoon ook een heel ander spel. Dat is MMA natuurlijk. Dat, het is dat je meer verschillende type cardio nodig hebt?
Ja, sowieso. Hè, dat wij echt contact maken, dat er bij meespeelt. Maar aan de andere kant kun je dus ook weer hangen even op iemand als je moe bent. Terwijl met kickboksen is het continu die sprint aanzetten. En je hebt heel weinig rust tussendoor, dan ga je kapot op. Ja, het is... Kijk, ik zeg ook, Miosis is niet voor niets de kampioen. Die heeft alles. Die heeft cardio, die kan borstelen. Die heeft een goede ground game, die kan boksen. Goed boksen. Die kan redelijk trappen, al is dat niet zijn specialiteit. Er zijn vechters in het zwaargewicht, zoals een Ngannou en een Lewis, die gewoon zoveel power hebben. Mm-hmm. Die hebben maar één shot nodig. Dan is cardio ook niet heel erg belangrijk. Omdat je gewoon één wapen hebt dat zo enorm groot is. Dat, Weet je, bij kickboksen heb je dat minder, want als iemand heel hard slaat, kan je in dubbele dekking gaan staan. Dan komt die stoot veel minder snel door. Alleen als je in dubbele dekking gaat staan met MMA tegen een Lewis van Ngannou, komen die stoten ook door. Ja. Heel simpel. Dus dat die mannen zouden ook totaal geen succes hebben in het kickboksen, volgens mij. We hadden het over Lewis en Blades. En we zeggen van Lewis wat je vindt, maar ik vind hem al wel vermakelijk. In ieder geval is een commentaar die hij heeft. Dat in de persconferentie achteraf had hij het weer over de koude golf in Texas die zou voorbij gaan. Dat zijn hotballs kwamen terug naar Houston enzovoort. Maar toen werd hem ook gevraagd van wat zou je nou willen? Wie zou je graag willen vechten? En nou weten we dat Stipe vecht binnenkort tegen Ngannou. John Jones staat in de coulissen. Dus zou hij natuurlijk eigenlijk de volgende uitdaging moeten zijn. Want hij heeft nummer 2 verslagen, maar ja, dat kan nog wel even duren. Hij wil heel graag tegen Alistair Overeem vechten. En dat maakt in mijn ogen helemaal geen sens. Hoe zeg je dat in het Nederlands? Dat is helemaal niet logisch. Want Alistair heeft natuurlijk net verloren. Staat nu 8e of 9e. Is geen partij waar hij iets bij te winnen heeft. Maar ze lopen natuurlijk al een tijdje elkaar een klein beetje... om elkaar heen te draaien. Ze hebben af en toe zeggen ze wat lelijke dingen over elkaar. En hij zei voor die wedstrijd al, in aanloop naar die wedstrijd, zei hij al van, na deze wedstrijd wil ik tegen Alistair, ongeacht winnen. En, en dit is wat hij zei. He might take it. Geconfronteerd met het verhaal of het inderdaad wel überhaupt logisch was. Hij is zo vaak in zijn hoofd geslagen. Op zijn hoofd geslagen dat hij misschien wel is vergeten wat er vanavond is gebeurd. En I'm going to... Clap them cheeks, oké. Hij komt uit Nederland, je weet maar nooit. Die gasten zijn altijd gewoon stoned. Oké. Met andere woorden, hij zou eigenlijk gek zijn als hij die wedstrijd tegen mij neemt, want dan gaat hij weer een pak slaag krijgen. Ik denk dat mensen Lewis ook heel vaak onderschatten, omdat hij heel vaak dit soort uitspraken doen die niet heel slim overkomen. Maar ik denk dat hij een hele slimme... Ja. Slim is daarmee, omdat hij zichzelf echt enorm goed wegzet. Ja. Er enorm veel mensen zijn die hem daarom volgen en nog leuker vinden. Omdat hij ook gewoon een echte knockout specialist is natuurlijk. Ja, en met zijn Popeye's chicken. En hij denkt natuurlijk dat hij deze wedstrijd gewoon naar zich toe gaat trekken. Daar vraag ik het is voor de rest zijn er niet heel veel smaken beschikbaar in deze divisie op dit moment. Nee. Ik zou hem nog een keer tegen Volkov willen zien. Ja, maar zou het ook niet veel logischer te zijn? Er komen zo nog wat te spreken, maar aankomend weekend Rozenstruik tegen Gané. Zou dat niet de winnaar daarvan, zou dat niet een veel logischere... Tegen Lewis? Ja. Ja, maar dan heb je ook nog Volkov die gewoon in de ronde loopt natuurlijk. Die ook nog, maar dat is wat ik zeg. Tussen Lewis en Ellison zitten nog wel 4-5 andere opties misschien. Ja, het is niet echt een partij die heel logisch is inderdaad. Waarom zou die het willen? Wie? Zou die denken easy fight? Zou die Toch een grote naam? Dat hij zoiets heeft, die partij win ik. En Ellis is een grote naam. Dus ja, dat... Maar hij zei ook nog, dat zei hij dat ook nog op diezelfde post-fight pressconference, dat hij ook liever geen main events doet. Gewoon 3 rondjes, geen gelul. Ja, met 5 rondes en zo, dat heeft hij allemaal geen zin. Dan moet hij daar voor trainen. Het is geen cardio monster. Nee. Het is vreselijk om 5 rondes te moeten vechten. Maar gelukkig voor hem gebeurt dat niet heel vaak, want hij slaat de een naar de andere gewoon strekken. Dus ja. Nou, maar zou jij het van Alistair's perspectief een logische partij vinden? Het is gewoon, kijk, hoe je het vindt of keert. Er zijn betere opties in het zwaargewicht natuurlijk. Maar Lewis is voor niemand een fijne optie. Weet je, dat is gewoon een man die... je weet dat hij maar eigenlijk één wapen heeft. Alleen, hij is gewoon heel moeilijk om te bevechten. Eigenlijk de enige die helemaal geen moeite met hem had was Volkov. Totdat hij neersloeg. Hij maakte 1 foutje na 3 keer 5 minuten en toen... Ja. Volkov die trapt hem die hele kooi door. Ja. Hij had niks te vertellen inderdaad. Echt niks. Dus tot ik zou de partij graag nog een keer zien of dat hetzelfde zou gaan. Ik verwacht al veel van Volkov. En Alistair dan? Want misschien ben ik nu heel vaag. Maar ik dacht, het was toch zijn laatste partij. Als hij niet zou winnen, zou hij toch stoppen? Nou, one last run, ja. One last run, ja. Ik dacht, alleen,
Maar ja, ik denk dat hij hem toch ook wel echt wil afsluiten met een win natuurlijk. Precies. Dat, dat snap ik. Je gunt hem ook een mooie afscheid dan, dan Davis nu. Want die laatste partij tegen Volkov is toch eigenlijk gewoon afgesminkt. Ja, eigenlijk gewoon, ja, dat kan gebeuren, weet je. Het dat, kan gebeuren, maar... Dat is natuurlijk het is niet voor je... Okay. Ik had ook heel graag afscheid genomen met een winstpartij. Dat was ook de enige discussie die ik nog in mijn hoofd had. Ga ik er nog één doen? En eigenlijk wilde ik heel graag in Nederland nog één keer vechten. Alleen dat gaat de komende tijd sowieso niet gebeuren. Want ze gaan hier niet naartoe komen met publiek. Met alles wat er aan de hand is. Weet je, met zo'n carrière zoals Alistair heeft gehad... dan ja, je, op een gegeven moment ben je ook gewoon verslaafd aan het gevoel van winnen. Weet je, er is niks lekkerder als, ja, als winnen in, op dat niveau. En als je dan zo onderuit gaat, dan neem je mee. Dat denk je eigenlijk iedere dag aan. Nadat je de maanden daarna dat je verloren hebt. En ja, hij wil gewoon afsluiten met een win. En ik vind ook dat hij dat verdient. Ja. Dat er ook zeker nog in zit. Want helemaal mee eens. Ik vind hem nog steeds heel erg goed. Ook al ja, is hij niet, niet meer de beste versie van zichzelf. Maar ik hoop dat hij gewoon zijn carrière af kan sluiten met een hele mooie win. Of in ieder geval met een waardige partij. Nu, ja, maar verliest hij nog 10 keer. Hij hoeft zich aan helemaal niemand. Oh nee, dat sowieso. Nee, dus dat bedoel ik ook niet. Jij het zei, maar nee. Ik bedoel, hij heeft alles gewonnen wat er te winnen is. Dus wat ik me dan afvraag, waarom moeten wij vechters altijd eindigen met een win? Ik bedoel, omdat kijk gewoon naar het hele pad. Ja, het voelt zo goed gewoon. Ja, het voelt gewoon het. Zo lekker. Ja. Je hebt een fantastisch pad bewandeld. Ja. En... Voor mij staat hij niet hoeven te winnen, niet hoeven af te sluiten met een winstpartij, maar wel met een waardige partij. Ja, dat is mooi gezegd, ja. Ja, een partij waarin die competitief is. Dat, ja, iedereen kan iedereen knock-out slaan. En ja, die Volkov is gewoon ontiegelijk goed de laatste tijd. Een stuk zwaarder geworden ook nog als hij was. Ja, ik ben heel benieuwd. Vooral ook als je ziet dan, wat hij bijvoorbeeld deed met Lewis. Weet je? Die man had gewoon echt nul kans. Werdum, ja, tegen mij was hij ook al heel sterk toen de tijd. Hij zet gewoon hele goede partijen in. Tegen Blaze verloor hij dan door het worstelen. Dat is natuurlijk wel een beetje zijn zwakte. Ja, ja. Dat zal altijd zo blijven als je zo lang bent. En je vecht tegen een worstelaar die makkelijk onder je heupen komt. Maar ook toen, later in de partij, was hij nog heel sterk. Bracht hij Blade zelfs nog naar de grond op het laatste. Ja, dat was wel indrukwekkend. Dus ja. Leuke partijen gewoon nog. Dus, maar ja, we bedoelen alleen maar, iedereen zou heel graag zien dat Alistair natuurlijk gewoon afsluit. Op de manier zoals hij het zou willen. En op het schild, als hij het nog wil, als hij nog een wedstrijd wil vechten, moet hij dat ook echt doen. Al zou hij hem verliezen. Dan, ja, dat maakt voor ons niet uit. Weet je, nee, zeker niet. Nee, maar ik had gewoon begrepen van dat dit echt zijn allerlaatste wedstrijd zou zijn. Ja, zo had nee, ik het gezegd dat hij zal met eind, maar ik denk dat hij nog wel. Ja, nou, ik hoop het. Ik zie hem graag nog een keer in actie. Ja. Goed, we gaan naar Mount Fightmore. inmiddels voor onze vaste kijkers een bekend begrip, Mount Fightmore. Onze founding fathers van de vechtsport. Nog even snel er doorheen lopen van links naar rechts vanuit ons perspectief. Ramon Dekkers, Bas Rutte, John Bloeming en Bruce Lee. Dat zijn van Marloes en mij onze belangrijkste invloeden in de, vanuit ons Nederlands perspectief als vechtsporters. De vraag aan jou, Stefan. Wie is jouw founding father? Wie is jouw grootste inspiratie, je grootste voorbeeld als martial artist? Had je me niet gewoon even kunnen appen voor? Van bereid even een paar dingen voor. Ja, nee, ik dacht misschien. Je moet even, like, sommige dingen moet je niet te lang over nadenken, spontaan. En het. Mag ook iemand zijn die er al staat, of een nieuw iemand, wat jij wil? Kijk, Bruce Lee is ook bij veel mensen voor de hand liggend. Mike Tyson hebben we hier al een paar keer ook gehoord. Die voor veel mensen een inspiratie is geweest. Sommigen noemen een vader. Ja. Dan ook. Ik, je kan dat op zoveel manieren invullen natuurlijk. Dat, had je een grote inspiratiebron? Ja, ik was 14 of 15 toen ik bij Bob binnenkwam lopen. Toen zat hij wel in richting het einde. Maar toen de partijen die hij vocht, die waren natuurlijk gewoon sowieso echt zo hard. Weet je? Dat is voor Nederland natuurlijk ook gewoon echt een van de mensen die... Een van de pioniers van de meer. Hij heeft toen, volgens mij was het in België, in het Sportpaleis. Klopt dat? Dat hij de eerste keer de kooi daarheen mocht. Toen wist hij eigenlijk helemaal niks van MMA. Ging gewoon knokken ook, weet je wel. Toen, dat is echt vechter. Ja, die hoort er voor mij zeker bij. Ja, je kan het op zoveel manieren invullen, weet je. Ik heb maar Bob, Bob is er iemand die... Is natuurlijk ook iemand die er zo op kan zetten. Hickson Gracie, weet je. Je dat, moet eentje kiezen. Ja. Oh, dan doe ik het van Bob. Ja, Bob, ja, maar Bob, oh, Bob is iemand die hoort... Keuze gewoon, toch? Heel mooi. Ik ken een van de mooiste verhalen die Bob me heeft verteld. Die ken jij natuurlijk, heb jij natuurlijk al 1000 keer gehoord. Dat verhaal dat hij volgens mij van Pride werd opgeroepen op het laatste moment.
Maar hij was helemaal niet in training. Hij was alleen het feest aan het vieren. En hij wordt opgebeld. Ja, hij moet er gaan, want er is een dikke sumo-worstelaar. Ja. Ah, dat is goed. En hij stapt op het vliegtuig. En hij stapt 12 uur later. En aan de andere kant stapt hij eruit. En dan krijgt als eerste te horen. Ja, we hebben je tegenstander veranderd. Je vecht nu tegen Wanderlei Silva. En volgens mij hoorde hij het pas in de kleedkamer. Oh, in de kleedkamer zelfs. Ja, je moet tegen een Braziliaan. Alleen die kan niet zoveel. Het is gewoon een grondvechter. Ja. Oké. Okay. Ja, maar Wanderlei was natuurlijk een vrij jong in zijn carrière toen nog. Die was toen nog niet... Nou, had wel een reputatie, maar nog niet de reputatie die later kregen. Ja, het was niet heel erg geweldig. Ja. Ja, wow. Maar hij stond er wel. Hij ging wel die ring in daar. Hij stond daar te knokken. Dat was Bob natuurlijk puur zang, toch? Ja, gewoon gaan, weet je. Dat was natuurlijk niet het meest technische wonder. Alleen staand wordt dat misschien nog wel eens een beetje... te min over gedaan, maar hij was natuurlijk gewoon een hele goede kickbokser daarvoor al. Tegen hele grote namen gestaan, heel veel gewonnen. Wat een hele goede judo-achtergrond. Karate kwam je ook. Karate. Ja, judo, volgens mij. En, maar ja, weet je, dat, omdat hij zo hard vocht, keken mensen vaak minder naar het technische aspect. Ja. Hij kwam uit Majiro, de Majiro-school. Dat was een van de eerste lichtingen Majiro. Ja. Ja, maar ik weet nog dat een van de eerste keren bij de uitzending op Fox vertelde hij dat hij bij Van de Geest zijn vader heeft getraind. Ja, die hadden toen ook karate daar al. Volgens mij heb je ook al gejudo'd, maar volgens mij vooral karate. Ah, okay. Dat, van wat ik weet ook. Ja. Jij weet het 100 keer beter dan ik. Ja, maar ja, weet je, misschien heb je het ook wel eens anders verteld. Dat, of ik heb ook een fantastisch geheugen, hoor. Daar kunnen we niet helemaal op vertrouwen. Ja, hij heeft het beste geheugen. Ja, echt, hè? Die weet alles. Ja, ik heb maar sinds corona niks bezig doen. Ik zit de hele dag over filmpjes te kijken. Ja, nee, ik geniet ervan helemaal. Dat was het verhaal van Bob. En Bob, weet je, Bob wil graag nog eens een avondje in de kroeg, zodra ze weer open gaan. En een speciaal biertje en dan gewoon oude verhalen vertellen. Want die heeft ook wel wat... anekdotes te vertellen in zijn carrière. Dus Bob, zeker verdient hij een plekje op de Nederlandse Mount Fightmore. Dus Bob, bij deze kom je in de vechtersbaas Mount Fightmore Hall of Fame. Ja, Bruce Lee hoort niet echt bij Nederlandse, toch? Wat zeg je? Bruce Lee. Bruce Lee niet, nee, maar... Nederlanders hebben het over. Het heet ook Mount Fightmore. Nee, toen we dit onderdeel bedachten, hebben we daar wat discussie over gehad. En Bruce Lee zo, ja, maar het is voor wie jou het belangrijkste is. Kijk, ik had bijvoorbeeld Rob Kaman, die voor mij als eerste, ik zag een wedstrijd ooit van Rob Kaman en toen was ik verknocht aan die sport. En zij vond, er moet ook een vrouw eigenlijk op. Ja, maar doe dan jezelf, want je bent ook zelf een, maar ik wil niet mezelf. Ja, oké, okay, maar dan... Ik zat ook aan tussen Lucie Rijker te twijfelen. Ik heb gewoon gekeken van, wie heeft echt heel veel mensen beïnvloed en daarom staat hij erop. Mm-hmm. Terwijl Lucie en Irma, dat waren voor mij echt... Ook ja. Wauw. Ja, nou, dat wel. Ja, je kan er zoveel verzinnen. Dat, ja, vier is er te weinig eigenlijk. Ja. Maar goed, daarom leuk. En dan kunnen we het onderdeel heel lang houden. Een paar hoofden bij, man. Ja. Jongen. Maar die Roemer die blijft tekenen. Ja. Goed, we gaan naar komend weekend kijken. We hadden het net al heel eventjes over UFC Fight Night. Jairzinho Roosterijk tegen Cyril Gane. Main event daar. Jairzinho natuurlijk Nederlander. Had een Surinamer, maar we hebben hem een beetje... We rekenen hem als een van ons. Michael Babb natuurlijk zijn trainer. Ja, de nummer 3 tegen de nummer 7 uit mijn hoofd. Twee heavy hitters. Wat is jouw take op dit gevecht? Ja, van Gane hebben we gewoon nog niet heel veel gezien. Ook een kickbokser die eigenlijk heel vroeg in zijn MMA-carrière ook bij de UFC is gekomen. Omdat gewoon fysiek echt een bizarre atleet is ook. Ik denk dat Jairzinho technischer is. Dat Gane meer power bezit. Ik vraag me af hoe goed zijn worstel is. Of hij Rozenstruik makkelijk naar de grond gaat krijgen. Hij heeft al een paar submissions al weten te produceren in de UFC. Dus daar gaat het voordeel sowieso naar Gane. Fysiek ook. Kickboxen denk ik dat Jairzinho het gaat winnen. Dus laten we gewoon hopen dat Jairzinho het... Ik moet zeggen, ik van die Gane vind ik wel... Soms kijk je naar een vechter en dan denk je, je hebt echt plezier in die kooi. Hij staat er zo ontspannen, licht op zijn voeten. Ja. Ik vind hem heel... hij combineert heel erg goed. Ik zie nul angst bij hem ook. Hij heeft hij ook nog niet echt meegemaakt natuurlijk. Dos Santos had een paar goede momenten, maar toch won hij vrij eenvoudig. Volgens mij is hij 8-9-0 nu. Dus hij heeft nog nooit iemand gehad die hem pijn heeft gedaan in die kooi. Dus als je die kooi in gaat, zonder dat je ooit echt hebt ervaren hoe het ook eraan toe kan gaan als je aan de andere kant staat.
Dan heb je ook niet echt angst. Ben ik helemaal met je eens. En aan de andere kant, hij heeft natuurlijk daarvoor ook veel gevochten. En je staat bij de UFC. En het gaat wel ergens om. Dus het is vooral die mentale druk. Het is niet alleen die fysieke pijn die je gaat krijgen, maar ook de mentale druk die erbij komt. En ik vind hem wat bewegelijker dan Jairzinho. Hij is soepel, ja. Heel soepel. Het is veelzijdig. Dat komt dus denk ik ook omdat hij nog nooit echt heel erg onder druk gezegd is. Ik zag heel snel... Waarom vind je hem technischer, Jairzinho? Ja, ik vind hem gewoon een betere kickbokser qua... ik vind Gane wat atletischer. Meer leunen op zijn atletisch vermogen. Meer leunend op zijn... Dat heeft hij gewoon... laten zien in die laatste paar partijen dat hij gewoon de veel betere atleet was. En Dos Santos natuurlijk niet meer de Dos Santos die het geweest is. Ik zag ook dat hij iets van, voor mij, ik weet niet of het klopt, 26-0 was in kickboksen. En alleen in Frankrijk geen kickboksen heeft. Dus dan heb ik ook het idee dat hij niet heel veel tegenstand heeft gehad misschien. Ja, is wel heel goed kunnen. Aan de andere kant, Fransen zijn natuurlijk ook, die kunnen wel een potje knokken. Ja, nee, ze zijn in het verleden zeker. Maar dat is een beetje mijn idee. Ja. En daardoor is die mentale druk bij hem misschien ook nog niet heel erg aanwezig. Omdat hij altijd wel plezier heeft gehad kunnen hebben in die kooi. Ja, ja, ja. En als je dat een keertje niet hebt gehad, dan is het daarna heel moeilijk om weer dat terug te vinden. Waar we het ook hadden met Ngannou. Ja, precies. En Ngannou na zijn partij tegen Miocic, dat hij zo slecht vocht tegen Lewis. Vernieuwde alles wat op zijn pad kwam. Totdat iemand hem vernieuwde 25 minuten lang. En dan kan het heel moeilijk worden in je hoofd om de juiste... De juiste formule weer te vinden. Ja, is Ngannou wel weer gelukt. Dus. Opvallend in deze matchup tussen Roosterijk en Gane, dat Gane bij de boekjes de favoriet is. Ik geloof bijna 3-1. Terwijl Roosterijk hoger gerankt is. Dus ook wat dat betreft. Zet jij je tientje op in? Ik ga. Luister, ik ben chauvinist, puur zang. Ja, dus ook al zijn de odds andersom, daar zou ik nog steeds op Roosterijk. Ik gok altijd op de Nederlander. Ja. En hetzelfde met ik ben altijd van mijn eigen... Ja, dat is af en toe moeilijk ook. Want af en toe, maar zoals is het zoals afgelopen weekend met Lewis en Blaze, was het voor mij al een uitgemaakte zaak. Eigenlijk dat Blaze ging winnen. Maar dan, ik vind het wel moeilijk om echt... ik vond het moeilijk om objectief te zijn voor mijn eigen carrière. En als er dan een Nederlander vecht die je goed kent. Of weet je, ik ben ook de hele wereld over geweest. Maar heel veel mensen getraind. Maar soms weet je gewoon dat iemand gaat verliezen. En dan vragen ze, wat denk jij? Ja, dat, je kan het. Je weet ook dat hij het waarschijnlijk gaat zien voor de wedstrijd. En dan iemand die hij goed kent. Ja, kan die niet heeft dat. Nee, dat kan niet. Dat kan niet. Dat is heel moeilijk. Het is geen voetbalpartijtje of zo. Weet je? Nee. Dat je zoiets hebt van, ja, we spelen zo kut. Ze gaan gewoon verliezen. Ze kunnen er echt geen flikken van. Weet je, Dennis gaat van het weekend vechten. Ja, laatst was die ook een verloren, die lul. Weet je, dat... ja, maar zeg, dan ga jij vechten, dan moet jij vechten. Dat kan toch niet? Nee. Snap je? Hij is ook gewoon een leuke gast. We hebben toen geïnterviewd ook, hè. Voor een leuk, ontspannen... Ja, super relaxed. Het is ook iemand die je echt de winst gunt. En niet alleen omdat we... Nou ja, en inderdaad, met in het achterhoofd wat er nu allemaal gebeurt in die divisie waar we net al zeiden. Van als je wint, hij is de nummer 3. Zeker even een wetje leggen inderdaad. Op Jairzinho Lewis. Ja, dat lijkt mij de meest logische daarna voor hem als hij dit wint. Met alles wat er voor de rest in die divisie speelt. Maar goed. Ja, Volkov ook wel een hele leuke pot voor de winnaar van die partij. Ja. Dat, het is druk daar. Het is ringen geblazen met John Jones erbij ook. Dat, ja, dat is weer een... want een paar jaar geleden zeiden van die heavyweight, het is een beetje sloom. Maar dat is nu vooral weer van alles gaande met de partijen die er te maken zijn. Dus dat is zaterdag. Is er al nieuws over? Over als je nog gaat onderhandelen met Dana? Met John Jones? Mm-hmm. Is er wat aan het uit... Ik hoorde vorige week ergens dat hem wel al is toegezegd... dat hij de winnaar krijgt van Stipe tegen Ngannou. Maar ik begrijp John Jones op zijn social media weer dat er nog steeds geen financiële deal is. Dat er nog steeds niet getekend is. Dat is nog steeds al dan. Maar ja, dat is gewoon een kwestie. Ja, onderhandelingsstrategie. Gaat wel landen, denk ik. Ja, dat is gewoon een super interessante partij. Dat of je ook weer. De laatste partijen was hij natuurlijk niet super goed. Nou, een paar partijen zomaar naar zijn twee partijen eigenlijk. Ja. Dus dat, maar hij zegt dat het ook te maken had met motivatie. Omdat hij zich niet meer kon motiveren in die divisie. Dat er zomaar heen en weer een paar namen staan die eigenlijk niks voorstellen waren. Hij zich er tegen moet bewijzen. En dat de stap naar zwaargewicht hem genoeg prikkelde om weer zijn oude zelf terug te vinden. Ja. En hij is zich ook aan het voorbereiden. Ik zag van de week dat je met heel veel... Nog maar een bulk, hè? Ja. Jeetje, hij is een huge, zie je. Ja. Ja. Bij John Jones niet altijd met zijn verleden. Ik zeg niks. Maar ja, ik ben daar wel... kan niet met USADA. Die kunnen altijd voor zijn deur staan. Dus
Denk je niet dat er ook gewoon nog gewoon allemaal trucjes en dingen voor zijn? Ja, ik hoor wel eens wat dingen van in Florida mensen die echt wetenschap ermee studeren en zo. En die zeiden ook van ja, alsnog, weet je. Er zijn telkens nieuwe dingen. Er kunnen bepaalde combinaties gemaakt worden, waardoor je bepaalde dingen niet kan waarnemen in je bloed. Ze zeggen ook, als je echt veel geld te spenderen hebt, dan als je een hele goede dokter neemt, dan schijnt het dat je alsnog het een en ander kan doen. Dus Ik heb er nooit echt interesse in gehad voor mezelf. Dus dat, ik geloof niet dat het drugsvrij is. UC. Of in welke sport dan ook. Goed. Andere discussie. Ook zaterdag, wat al eerder besproken is, Ilias Enahachi. Tegen Superlek Kwiatkowski. Om zijn titel daar. Ilias zet hem op. En diezelfde, en dat is in Singapore. Nee, zeg ik dat goed? In Singapore. Met publiek, met beperkt aan het publiek. Dus dat is wel mooi bijzonder. Dat ze daar in ieder geval weer een beetje energie in die arena krijgen. En op diezelfde dag wordt opgenomen, maar pas 19 maart uitgezonden. Dat is weer een beetje gek. Komt de race aan Eersel. Ook in actie. Die verdedigers... 19 maart pas? Hoe willen ze dat... Ja, dat geheimen. Hebben ze de laatste tijd wel vaak gedaan. Dat is aardig volgens mij tot nu toe. Dat is wel een paar keer gebeurd. Ja, bij One Championship wel vaak gedaan. Dan nemen ze twee of drie evenementen op één dag op. Dat toch wel uit? Wat zeg je? Ze dreigen dan dat je echt een boete krijgt. Dat is gewoon echt... Ik denk dat ze je nog niet betalen. Dat ze je betalen op de dag van. Dus als het uitlekt, weten ze dat het... Het is tot nu toe in ieder geval... hebben ze het uitlekt en het komt uiteindelijk bij hun terecht... dat het bij jou is uitgelekt, dan krijg je volgens mij een flinke boete. Ja, dus tot nu toe hebben ze het heel goed verborgen weten. Tot nu toe is dat nog echt niks uitgelekt van die vorige evenementen. Dus in ieder geval, hij vrecht deze vrijdag... Zonder publiek kan dat ook natuurlijk wat makkelijker. Hè? Want bij Bellator deden ze het volgens mij ook wel eens met tape delay en zo. Ja. Met de pay-per-views, die UFC ook wel is, dat het niet primetime Amerika was. En dat ze dan de kaart al klaar was. En dat ze dan, ze willen het toch verkopen voor $60-70. Als je in het publiek zit, dan is dat gewoon niet te doen natuurlijk. Nee. Snap je, met die telefoontjes allemaal. Ja. Ja, maar in ieder geval dus tegen Mustafa Haida vecht hij. Hij zou tegen Islam Murtasayev vechten. Die is geblesseerd afgehaakt. Daar hebben ze nu Mustafa Haida voor gehaald. Mustafa Haida die heeft in 2019 van Nicky Holske verloren. Hoe zie je die partij? Vrij kansloos ook, zeg je. Hoe zie je die partij? Van Eersel tegen Mustafa Haida. Ja, kijk, als je heel... het is geen scorebordjournalistiek natuurlijk. Maar Eersel heeft twee keer van Holske gewonnen. Holske heeft vrij makkelijk van die Haida gewonnen. Dus normaal gesproken moet Eersel dat wel winnen. Maar ja, het is natuurlijk niet een popje schuiven. Elke wedstrijd is anders. Maar Eersel is daar tot nu toe wel zo dominant gebleken in die divisie daar. Ik niet voorzie dat hij dit gaat verliezen. Maar dat zei ik ook over Lewis tegen Blade. Dus luister vooral niet naar mij. Als ik het zeg, gok vooral op degene waarvan ik zeg dat hij gaat verliezen. Dan verdien je misschien nog wat. Een paar knaken. Ja. En komend weekend ook. Oh ja, Canelo. Canelo vecht tegen Yildirim. Mandatory is die. Dus een wedstrijd waar veel mensen zeggen... ja, dat is toch allemaal... het zijn oude sparringpartners ook van elkaar. En Canelo, die veegt waarschijnlijk de vloer. Maar hij moet die partij aannemen. Hij vecht helemaal nooit echt tegen hele interessante tegenstanders. Die Canelo. Hij vocht de laatste wedstrijd een paar maanden geleden... tegen die Callum Smith. Om die 168 pond titel. Die was nog wel aardig. Maar daar had hij eigenlijk ook niet zo moeite mee. Nee, maar je ziet hem eigenlijk nooit op de toppen van zijn kunnen. Ik volg het boksen niet heel extreem. Maar hij had een paar jaar geleden een heel groot contract getekend. De zoon. Alleen dat sloot wel uit dat hij tegen bepaalde mensen kon vechten. Ja, en dat, die man dat is zo enorm goed. En dat contract is hij nou alweer aan het procederen met de zoon... over dat hij er onderuit wil of zo. Dat is geld nodig. Ja, dat is weer een heel ander technisch verhaal. Maar de zoon kan het niet helemaal waarmaken wat ze hem beloofd hebben. Want ze natuurlijk ook de inkomsten niet genereren. Maar de wedstrijd waar Canelo natuurlijk... Het is Netflix van sport worden. Ik zie ze ook niet meer met Bellator. Dat zoon. Maar Canelo wil natuurlijk tegen Billy Joe Saunders. Dus dat is de partij die daar te maken is. Maar hij moet eerst even langs de Yildirim. Zal niet zoveel problemen voor hem opleveren. Goed, tijd voor de socials. Ik zou zeggen, we beginnen met een berichtje van onze zeer gewaardeerde vriend Kevin Glenn Pinas. Die had een filmpje van Saki. Het is eigenlijk een oud filmpje, deze. Dat weet het man nog, toen hij bij de UFC tekende, met veel bombardie, zijn glory shirt uit. Er zat de UFC t-shirt
onder. Nou, dat filmpje is gewoon reverse gezet nu, want hij is weg bij de UFC. En we noemden het hier al een paar weken geleden. Het heeft alle schijn van, al dan wel nog niet bevestigd. Maar het heeft alle schijn van dat hij weer terug is bij Glory. En dat dat binnenkort bevestigd gaat worden. En dan ben ik heel benieuwd wat ze dan gaan doen. Gaat hij in light heavyweight vechten? Gaat hij heavyweight vechten? Ik hoop light heavyweight. Ja, dat hoop ik. Los van wie daar verder in zitten. Kijk, ja, dat hoop ik ook. Aan de andere kant, ik heb ook nog steeds, weet je, dat romantische idee van ze gaan nog een keer een 8-man zwaargewicht toernooi doen. En dan met Saki. Misschien Spong weer terug. En dan Rico, een Badder, Jamal. Zie Spong ooit nog terugkomen naar kickboksen? Money Talks. Ja? Money Talks. Ja. Als Saki terugkomt, dan eigenlijk ja, tegen die Braziliaan is het natuurlijk tegen wel, Pereira. Tegen Pereira is natuurlijk wel. Als Saki zo'n niveau van wel eer haalt. Maar eigenlijk als je hem teruggaat naar Glory, de enige partijen die mensen willen zien is tegen Rico. Simpel. Ja. Toch? Als je er simpel over nadenkt. Dat is de money fight. Voor de rest, ja, die Fakitov is ook echt een hele goede kampioen. Alleen, ik denk dat er heel weinig mensen in geïnteresseerd zijn alsnog. Dat is een move the needle. En voor Spong geldt hetzelfde. Dat, ja, Pereira is sowieso gewoon natuurlijk heel interessant. Maar ik denk dat het niet heel lang meer gaat duren voordat hij echt de definitieve overstap maakt naar de UFC. Ja, dat denk ik ook. Die heeft natuurlijk al een paar aantal MMA-partijen gevochten. Hij vocht laatst bij, geloof ik, de één partij bij LFA heeft hij gevochten. Had hij gelijk de knock-out van het jaar. Die werkt ook goed samen met de UFC uiteraard. Dus dat is ook een beetje een voorteken van als je daar vecht. Precies. En hij heeft natuurlijk de narrative. Hij heeft Adesanya twee keer verslagen. Ja. Dus dat denk ik dat er wel van gaat komen met de tijd. Maar goed, toekomstmuziek. De tweede was wel mooi die van de week. Een fitty op Twitter tussen Aljamain Sterling en Peter Jan. Die vechten binnenkort natuurlijk daar om de titel. Nou ja, die gingen een beetje back and forth. En Peter Jan zegt dan op een gegeven moment, the closer the fight, the less you talk, big mouth. En toen enterde de chat Kevin Holland, die in een hele andere gewichtklasse zit. Die vecht middleweight. Maar zijn bijnaam is Big Mouth. En die zegt, oh, heb je het over mij? Heb je wat nodig? Zal ik even meekomen bemoeien? Zal ik even, want die is weer bevriend met Sterling. Ja, gewoon grappig. Ik vind het wel een hele interessante wedstrijd. Die zou natuurlijk al laatst eerder plaatsvinden, Jan tegen Sterling. Ik vind Sterling wel een heel interessante vechter eigenlijk. Ja, Jan ook. Ja, Jan ook, en uiteraard. Staande vechter natuurlijk. Sterling, vooral een hele goede worstelaar. Grondwerk, enorm indrukwekkend natuurlijk. Ja. Dus ja, ik ben benieuwd of hij dominant kan gaan vechten in die partij. Want als hij staan blijft, dan gaat Jan die partij naar zich toe trekken, denk ik. Sterling, ja. Die is staand wel redelijk goed geworden en niet geraakt worden. Ja. Goed afwachtend vechten, zodat hij partij naar de grond kan brengen. Ja. Maar, Ralf is een Corey Sandhagen gewonnen, die ik echt enorm goed vind. Ik wou het zeggen, want die Sandhagen, die kneep je het leven uit. En die heeft daarna, ik geloof eerst met de spinning back kick en daarna met de gesprongen knieën. Dat ook wel echt enorm, ja. Enorm leuke stijl om naar te kijken. Die heb ik toen ook zien trainen in Denver. Dat, komt ook uit Denver natuurlijk, ja. Beweegt echt enorm, totaal anders als eigenlijk iedereen. Ik heb wel vaak gezien natuurlijk om in die gewicht was en met Dominic Cruz. Ja. TJ Dillashaw, die ook zijn eigen stijl had. Dus ja, wel, die weer terugkomt natuurlijk nu. Ja. Cody Garbrandt, die daar nog rondhuppelt. Dus, Als die zichzelf weer kan vinden en niet agressief vecht. Dat is wel een leuke divisie ook weer. Het is een hele levende divisie geworden inderdaad. Ja, nou, deze eerst, die is volgens mij over 2 weken, als ik me niet vergis. In ieder geval zeer aanstonds. Dan het volgende berichtje kwam tot ons via Marcel Dorf. Die maakte dit via Twitter wereldkundig. Isis Verbeek, onze eigen Isis Verbeek. Tot nu toe 1 MMA-partij gevochten bij Invicta. Dat ging niet helemaal naar wens. Is een hele poos eruit geweest. En die gaat nu dus er debuut maken. Toch? 5 maart, dus dat is al bijna. Tegen Valerie Wong op Icon Fight Federation. Dat is een vrij nieuwe organisatie in Amerika. Ik kende die vooral vanwege de dochter van Frank Meer. Die heeft daar de professionele debuut gemaakt afgelopen jaar. Verder niet zoveel bekend over deze organisatie. En ook niet over Valerie Wong, als je het mij vraagt. Ik kijk even naar jou. Nee.
Ik wel, wat hierbij. Fight pose heeft die Valerie. Ja, maar ik ben vooral benieuwd naar de ontwikkeling die Isis heeft. Hey, heel tof. Ja, heel ja zit natuurlijk veel in Amerika. Zit veel in het kielzocht van Jacinho Rozenstruik. Ook getraind door Michael Babb. Dus, leuk. Nou, kijk ik naar die partij. Ja, nou, ik ben benieuwd. En nog van als gezegd Hollands glorie. Dus altijd voor de Nederlandse vechters. Ja. Dan de volgende. Tyson Fury zagen we ook voorbij komen. Ik ben enorm fan van Tyson Fury. Staat er op de Aquabag in MMA handschoenen. Dat is natuurlijk sowieso, dat prikkelt de gedachte van, hij heeft al een beetje lopen flirten natuurlijk om naar de UFC te gaan. Dus jij ziet dat niet gebeuren? Never, nooit. Nee? Die man die verdient zo enorm veel geld. En, kijk, hier komt het plafond even naar beneden. Die is, misschien is ooit dat hij één partij doet tegen iemand waarvan ze bijna zeker weten dat hij gaat winnen, maar... Ja, ze gaan hem natuurlijk nooit tegen Miocic zetten of zo. Die hebben hem binnen 20 seconden op zijn rug en die komt nooit meer overeind. Dus dat... Ze zijn de legacy kwijt. Maar even serieus, een systeemplafond voor een heavyweight boxer? Ja, dat is mooi. Even mooi. Maar ik vind... Kijk, dat kan toch niet, systeemplafond? Het gaat ook maar net goed, want ik heb bijna die... lamp op zijn knaar. Die tegel, maar die lamp was... Pensies voor... Ja. Nou ja, dat denk ik ook niet dat ze dat gaan doen. Maar ik ben wel een enorme fan van Fury. Zowel als bokser als persoon. Dat is nooit saai met hem ook. Zeer levendige persoon. En de wedstrijd waar we natuurlijk op wachten is natuurlijk tegen AJ. Anthony Joshua, dat moet ook... Ja, het is wel iets... ik vind hem zo enorm goed. Ik zie niet in hoe Joshua van hem gaat winnen. Ik ook niet. Dus dat... Het, ja, eigenlijk zou je Wilder 3 willen zien natuurlijk. Vooral om het eerste partij... Waar zou je die willen zien? Ja, toch wel. Die Wilder was natuurlijk... Die heeft natuurlijk gezegd dat hij niet helemaal 100% fit was. Die eerste partij was een stuk dichter closer. Hij sloeg hem bijna knock-out natuurlijk. Toen Tyson weer uit de dood herrees. Ja, dus ja dat, als de Undertaker weer overeind kwam. Ja, voor maar... de rest, natuurlijk Joshua wil ik ook zien. Maar bij beide mannen trouwens zie ik niet in hoe ze van hem gaan winnen. Want ik vind hem echt... Zijn laatste partij was zo enorm goed. Dat was echt, ik wou net zeggen... Briljant. Ik vind... Want Wilder, als we het hebben over een one-trick pony... die eerste, hij sloeg hem inderdaad toen in de laatste ronde, of ene laatste ronde, hij moet de goede, sloeg hem inderdaad neer. En dat Fury daar ooit nog van opstond, dat was echt een wonder. Maar toen stond hij op, toen won hij ook nog de rest van de ronde. Ja. En toen kwam Fury net terug van 15 maanden depressie en kookverslaving en weet ik veel wat. En toen die tweede partij, had hij wel een goede voorbereiding gehad. En toen heeft hij hem echt exposed, in mijn ogen, Fury. De dansje wat Wilder deed toen hij Fury neersloeg, wat hij dus altijd doet. Ja. Dat vind ik echt schitterend om te zien. Dus hij is dat dansje aan het doen van, ik heb gewonnen. En dan kijkt hij opzij. Dan zie je... En staan ze van, wat doe jij nou? Ik heb me neergeslagen. Hoe kan hij? Je hebt me gehoord. Dat moet niet wakker te zijn. Schitterend. Die zegt top. De Gypsy King. Ook met de Nederlandse link. Veel met Rico Verhoeven gespart. Met Peter Fury zijn oom weer. Veel in mijn MMA-zwaargewichten volgens mij ook ingevlogen. Walt Harris, een tijd daar getraind, weet ik nog. Ook wel uit andere mensen nog. Hij staat er vaak in... ik weet niet hoe het dorp met vlak in Roosdaal had. Dus een trainingskamp. Zaten ze met z'n allen 2 maanden. Ja, hij heeft een hele tijd hier voorbereid. Ja. In Nederland, ja. 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 En dan hadden we nog één social. Die is al wel wat ouder, maar die vond ik toch te leuk om niet te vernoemen. Dan mag jij even vertellen wat daar aan de hand is, Stefan. Dan zien we een hele grote man in een heel klein tentje zitten. Ja, dit zijn de portable sauna's. Dus voor de mensen die een klein, of tenminste sommige vechters, die kutten er gewoon echt 20, 30 pond in nog. Alleen die passen er wat beter in als ik. Dus daar ga je in zitten en het wordt warm en dan ga je zweten. En ik pas er wat minder goed in. Oh, dus, Ik heb het enorm lachen. Het is een soort van soort groot paasei of zo waar je in zit. Ja, maar je ziet mijn knie ook aan de voorkant. Ik ben er gewoon niet voor gemaakt. Maar dit is wel wat veel mensen niet beseffen bij UFC heavyweights. Dat er ook een weight limit is, hè? Ja. 265, 121 kilo, ja. Ja. Ik moest maar een paar kilo kwijt toen, dus. Ik was 324 of zo, dus. Ja. Wat is er eigenlijk de gedachte achter? Ik vind het altijd iets belachelijks. Heavyweight is toch heavyweight? Je bent inderdaad toch super heavyweight? Ja, maar UFC heeft die divisie dan niet, want ze willen toch... kijk, boven dat gewicht zijn er maar enkele mensen die gewoon echt atletisch zijn. Ik noem hem Brock Lesnar. Ja. Voor de rest zijn er heel weinig mensen die echt veel kutten. Omdat je... eigenlijk als je boven de 121 kilo gaat kijken in het verleden, dan is het meer freakshow fights.
Ja, en de UFC is wat dat betreft natuurlijk niet de juiste plek, want die begon allemaal topatleten. Ja. Dus dat was meer voor Pride, die er dan nog wel is van dat soort partijen, of K1, die de meest gekke dwergen tegen reuzen. En het was wel leuk, maar ja, voor mij hoeft het niet bij de UFC, daar vind ik niet de plek ervoor. Dus dat... Nee, oké. Okay. Nee, ja, natuurlijk de praktijken zoals Akebono in de K1 vroeger. Of Bob Sepp, die 180 kilo woog. Ja, en die was in het begin van zijn carrière wel echt heel, heel eng natuurlijk. Want toen ging je er gewoon vol gas voor. Ja. Dus een vent van 180 kilo echt je koppen probeert af te slaan. Ja. De meeste mensen zullen maar helemaal kennen van wat hij de laatste jaren gedaan heeft. Freakshow. Tijd tegen Nogueira en Ernesto Hoos bijvoorbeeld. En Ernesto Hoos twee keer van gewonnen. Ga, ga er maar aan staan als zo'n tank op je afkomt die gewoon niet neergaat. Die maar gewoon, dat is het mentale is aspect. Zolang die code niet gekraakt is, dan zie je... Dat was Ronda Rousey. Al die meiden hadden al verloren voordat ze de kooi in gingen met haar. Het is echt een mentale spelletje. Maar met Bob Sepp, als ik aan hem denk, denk ik vooral aan Narita Airport. Ik was er een keer en toen was ze echt... Nou, ik denk dat het... 12 bij 20 was, een advertentie van hem... waar hij voor een sushi-box als verkleed als kok reclame maakte. Die man was helemaal geen martial artist. Die heeft gewoon, die is echt geloderd van al het geld wat hij daar heeft verdiend. Ik denk dat er geen... Ik denk dat hij toch ook een heleboel uitgegeven heeft. Want op een gegeven moment stond hij echt op evenementen te vechten... voor 15.000, 20.000 misschien. Dat was te begrijpen. Op een evenement in Nederland, dat ze hem invlogen... om dan tegen de plaatselijke held te vechten en dan... Ging hij binnen een minuut weer binnen, op de grond zitten? Oké, maar dat bedoel ik. Hij is helemaal geen martial artist. Nee. Goed, we zijn bij het einde gekomen van dit hele enerverende mooie gesprek. Waar we traditioneel natuurlijk ook nog iets voor jou hebben. Als dank dat je hier bent. Je krijgt hem nu eventjes gewoon zo te zien digitaal. En dan volgt het lijstje. Volg nog, gemaakt natuurlijk door de enige... onverschrokken, onovertroffen, buitenmatig getalenteerde Pencil Sensei, oftewel Roemer Trompert. En die heeft voor jou deze skyscraper gemaakt. Leuk. Voor mij heb je in het verleden ook een keer een ander gemaakt. Herken ik het er een beetje in. Ja, zou kunnen. Maar tegen Volkhoff moest. Kijk eens, daar komt hij helemaal meteen. De enige echte... Kijk eens aan. Shout-out to Danny. Dankjewel. Leuk. Voor thuis in Beverwijk. Toch, dat lijkt een beetje... Onderlip is wel een klein beetje aan de dikke kant. Ja, dat is wat toen. Karikatuur. Dat is toen na die wedstrijd. Dat hoort er een beetje bij. Ja. Het moment ook nou. Ik vind hem mooi. Top. Top. Hey Stefan, we hadden volgens mij jou ook nog uren verder kunnen praten. Misschien moeten we dat ook gewoon nog een keertje doen als je. Verder in je post-fight career bent en over al je toekomstige avonturen kunnen horen. Ik heb zoals altijd weer genoten van jou, van je input, van je verhalen en van je analytische blik op het leven en op je vechtcarrière. Dankjewel. Het was leuk om er weer te zijn in een nieuwe studio. Dus ziet er goed uit. Ga gewoon lekker zo door, want er zijn heel veel mensen die het echt leuk vinden. Dus ja, top. Toch om te horen. Dankjewel. Marloes, dankjewel. Ik verwacht jou gewoon weer hier volgende week. Iets weer te draaien. Ja. Jullie allemaal bedankt weer voor het kijken. En zoals ik al zei, vergeet niet je te abonneren, even te liken, even te delen en het even verder vertellen aan iedereen die hem al kent. Dan komt het allemaal weer goed. En dan zijn wij de volgende week gewoon weer. Oeh!